Goedenavond dames en heren, we zijn te gast vanavond in het gemeentehuis in Eersel, waar diverse politieke partijen met elkaar in debat gaan. Ze zullen diverse onderwerpen aanstrepen vanavond en voor u het moment om te kijken waar u op 19 maart voor moet gaan stemmen. Wel doen! 19 maart komt steeds dichterbij en op het moment dat de verkiezingen er weer aankomen is het weer zover. Dan zijn er verkiezingsdebatten. Opnieuw stellen de vijf partijen die u al kent uit de gemeente zich voor met hun plannen die ze hebben voor de komende raadsperiode. En dat kan soms overkomen als een trucje, een dingetje wat nog even moet gebeuren, zo'n verkiezingsdebat. Maar ik denk oprecht dat het vanavond wel degelijk ergens over gaat. Wie kan er de komende 4 jaar, in de periode daarna, nog bij in de gemeente Eersel? Komen er woningen voor onze jongeren, voor onze ouderen? Kunnen we ons huis nog wel verkopen? En tegelijkertijd, van welke voorzieningen gaan die inwoners dan gebruik maken? En waar bevinden die voorzieningen zich? Ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderwerp is. En tegelijkertijd zien we ook de decentralisatie op ons afkomen. Een heel abstract begrip, een vage term, misschien nog een ver van uw bedshow. Maar dat betekent wel iets voor de gemeente. En bestaat de gemeente Eersel dan nog wel om dat probleem op te lossen? Of zal er uiteindelijk weer een gemeentelijke herindeling plaats moeten vinden? Gaan we naar de 100.000 inwoners van Plasterk toe? En als laatste, misschien vaak over het hoofd gezien, misschien niet hier in de gemeente, maar het buitengebied. De mensen tussen alle dorpen. En de vraag is dan, wat moet er met die gebieden gebeuren voor de komende periode? Op het moment dat bedrijvigheid en woningbouw ook al raken. Dat zijn onder andere de onderwerpen die we vanavond gaan bespreken. En dat is tegen het licht aan van een tekort op de begroting van 4 ton op dit moment. Op het moment dat er niks gaat veranderen. Dus er moet iets veranderen, er moet iets gebeuren. En vanavond gaan we daar het gesprek over aan. Dat gaan de 6 mensen hier achter mij doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat u als publiek geen belangrijke rol heeft. We doen straks 2 rondes voor de pauze. Die zullen er als volgt uitzien. U heeft, als het goed is, bij de ingang de verschillende stellingen al gehad. En die zien er iets complexer uit dan misschien normaal gesproken het geval is, want ze bestaan uit 2 delen. Het eerste deel van iedere stelling geeft het algemene thema aan, de algemene noodzaak aan, om dat onderwerp vanavond te bespreken. En in het plenaire deel, op het moment dat alle 6 fractievoorzitters het debat met elkaar aangaan, is dat ook het thema. Maar dat betekent niet dat het tweede deel van de stelling niet belangrijk is. Dat is namelijk een specifiek probleem of een specifieke oplossing die bij die specifieke stelling relevant is. Nou, dat donkere gedrukte deel wordt besproken in een 1-op-1 debat. En dan vraag ik iedere keer 2 lijsttrekkers, die overigens zelf al weten dat dat zover komt, naar voren toe om hier met elkaar de discussie aan te gaan. En op het moment dat we die discussie gehad hebben, die zal eerst 2 minuten voor de voorstander zijn, 2 minuten voor de tegenstander en daarna gaan ze 3 minuten lang met elkaar het debat aan. En als die tijd erop zit, dan gaan we naar het plenaire deel toe, zodat ook de andere 4 lijsttrekkers de kans krijgen om iets te zeggen over die stellingen. Nou, na 2 van deze thema's gaan we dan eventjes kort pauzeren. En in de pauze zullen we ook kijken naar de vragen die zijn ingeleverd, mogelijk door u. Zodat we aan het eind van het debat ook de interactie met het publiek aan kunnen gaan. En dat u ook de gelegenheid krijgt om de lijsttrekkers mogelijk een vraag te stellen. Ik en de Griffie zullen in de pauze dan even kijken welke vragen we wel en welke vragen we niet kunnen behandelen. En daar gaan we het tweede deel van de avond in, met meer 2 verschillende thema's en uiteindelijk dan de vragen vanuit u. Nou, als er voor nu geen vragen zijn, ga ik u de verschillende fractievoorzitters voorstellen of de verschillende lijsttrekkers voorstellen, excuus. Ik wil graag beginnen met de lijsttrekker van het CDA, mevrouw Van der Hamsvoort. Op dit moment wethouder van onder andere sociale zaken en onderwijs. Mevrouw Hamsvoort, welkom. Heel veel succes vanavond. Applaus graag. En tegenover haar staat de huidige fractievoorzitter van Kernbeleid, meneer Wijnands. Ook u, meneer Wijnands. Veel succes vanavond. Op dit moment onderdeel van de coalitie, de VVD, staat naast het CDA. Meneer Kraaienveld, wethouder Financiën en Economie. Ook u welkom. En de andere oppositiepartij van dit moment, de Partij van de Arbeid GroenLinks. Met een nieuw gezicht, meneer Van der Broek, op dit moment leraar geschiedenis. Meneer Van der Broek, welkom vanavond. Dankjewel. En dan de laatste coalitiepartner, hier helemaal rechts van mij, van Eersel Anders. Meneer Hezemans, huidige fractievoorzitter. Goedenavond. En dat zijn de 5 partijen die je al kent, maar dat betekent niet dat we hier geen 6e gezicht hebben staan, want er is een nieuwe partij die zich heeft aangemeld, D66. Ik heb mevrouw Nieboer hier staan, op dit moment HR-manager bij de grootste lampenfabrikant van de regio. Mevrouw Nieboer, hele goedenavond, welkom. En dat gezegd hebben, dan wil ik graag beginnen met de eerste stelling, en dat zal gaan, of het eerste thema, dat zal gaan over de woningmarkt.
Ik gaf het eigenlijk aan het begin al aan. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend als het vroeger was. Kan ik mijn huis nog wel verkopen? Blijft de prijs die ik ooit voor mijn woning heb betaald nog wel de prijs waar ik het ook voor kan verkopen, als me dat al lukt? En kunnen mijn eigen kinderen en kan ik zelf later hier in de gemeente blijven? Of word ik gedwongen ergens anders heen te gaan? De woningmarkt in Eersel loopt op dit moment vast. Dat is misschien een stelling waar de meeste partijen geen nee tegen zouden zeggen. Maar de vraag is dan wel, wat gaan we daar nu vervolgens mee doen? Een van de partijen, Eersel Anders, stelt voor om erfpacht in te voeren. Het invoeren van een erfpachtconstructie is dé manier om de woningmarkt weer uit het slop te trekken. Deze stelling zal worden verdedigd door Eersel Anders. Meneer Heesemans, ik vraag u naar voren te komen. Een andere partij, de VVD, is het zeker niet mee oneens dat er iets moet gebeuren met de woningmarkt. Maar zeg jij dat een erfpachtconstructie de woningmarkt af zou knijpen? Dat het woninglasten alleen maar verhoogt? En ik vraag dan ook meneer Kraaienveld om naar voren te komen. Dank u wel. Zoals gezegd beginnen we het debat straks met de voorstander die voor 2 minuten kort mag uitleggen waarom hij voor deze stelling is. En daarna gaan we eerst 2 minuten naar de tegenstander luisteren. Daarna vindt er een debat plaats. Ik ben erg streng, dus op het moment dat de tijd erop zit zal ik dat aangeven en is dat ook klaar. Maar voor nu ga ik graag u voor 2 minuten het woord geven. Gaat uw gang. Dankjewel. Waarom hebben wij in ons verkiezingsprogramma aangegeven dat wij een onderzoek willen met betrekking tot de mogelijkheid om een erfpachtconstructie in te voeren om de woningnood, andersom geredeneerd, de woningbouw in de gemeente Eersel te helpen op te lossen. De redenering die daarachter zit is de volgende. Zeker in crisistijd geeft technische informatie aan dat de woningbouw zal toenemen als er een erfpachtconstructie in het leven geroepen wordt. En de redenering die daarachter zit is de volgende. De kosten en de hypotheek die gesloten zal moeten worden om een woning te kopen, die is natuurlijk een stuk lager als dat de grondprijs daarin ook opgenomen zit. En dat betekent ongeveer, als we het in kleine voorbeelden mogen vertalen, dat een woning van om en nabij de 2 ton... daar gaat ongeveer 1/4 af van de grondkosten. En dat zou betekenen dat de hypotheekvorm ongeveer uitkomt op 150.000 euro. En op basis daarvan kunnen starters, want daar praat ik in dit geval even over, kunnen starters makkelijker aan een hypotheek komen als dat nu het geval is. Want de redenering die daarachter zit is, starters kunnen geen woningen kopen in verband met het feit dat ze geen hypotheek los kunnen krijgen. Deze man, dank u wel, keurig binnen de tijd. Meneer Kraaienveld, voor u ook, 2 minuten. Ja, dank u wel. Dat de woningmarkt van Eersel in het slop zit, dat is maar relatief. Ik heb, om even de geschiedenis te pakken, heb ik gekeken wat, zeg maar, wij zitten met ons twee onder andere in de coalitie. Hè. We hebben de afgelopen 8 jaar bouwen gedaan. En voordat we daarmee begonnen, werd er tussen de rond de 20, 30 woningen per jaar gebouwd. En nu wij in crisistijd zitten en in 2013 hebben wij maar liefst 61 woningen gebouwd. Nadat wij succesvol het beleid hebben ingezet met betrekking tot bestemmingsplannen en het bouwen. Vorig jaar ook 5 starterswoningen en nu zijn er recentelijk in Koemiersdijk zullen er nog eens 10 starterswoningen worden opgeleverd. Maar nou even terug naar de stelling met betrekking tot erfpacht. De stelling is eigenlijk meer gericht op korte termijn, denk ik. Want het is, ik zou dat willen splitsen in het belang van de bewoners en het belang van de gemeente. De bewoners, is het niet in het belang van de bewoners. Waarom zeg ik dat? Uiteindelijk is het erfpacht en men moet huur betalen over de grond die men van de gemeente pacht. Dus daar moet sowieso al iets over betaald worden. En of dat dan van iemand anders is of van jezelf, ik denk dat dat best wel relevant is. Daarna, als je gaat kijken met betrekking tot vorming voor het verkrijgen van geld voor een hypotheek, is de waarde van het huis onduidelijk. Uit de landen blijkt ook dat de verkoopbaarheid, op het moment dat het erfpacht onder zit, de panden moeilijk te verkopen zijn. Dat het lastig hypotheek is te verkrijgen bij een bank, omdat men dat niet goed kan inschatten. En de nationale hypotheekgarantievoorwaarden zijn zwaarder, wat toch in die doelgroep best wel relevant is.
En dat is één kant van de medaille. Aan de andere kant van de medaille is de gemeente. Vijf. En dat is, het is niet in belang, want wij willen eigenlijk het geld eigenlijk gewoon hebben. Twee. En waarom zouden wij... Eén. We hebben als, de erfpacht hebben we als laatste redmiddel, weliswaar het beleid opgenomen. En ik krijg wel, u moet afronden. Ja, en ik zou eigenlijk willen vragen, waarom te beginnen met erfpacht, als wij al eigenlijk al zo redelijk succesvol in de bouw zijn? En met die vraag gaan we de 3 minuten in. Dat betekent dat u daar mag gaan reageren en dan kunt u vrij met elkaar het debat bepalen voor 3 minuten. Gaat u gang. Waarom wij met de erfpachtconstructie toch de markt op willen gaan, is... Omdat, zoals ik al eerder zei, van de hypotheekverstrekking is makkelijker. Zoals bekend is minister Blok van Wonen van uw partij. Die is in overleg met het notariaat in Nederland, met banken, maar ook met Eigen Huis, Vereniging Eigen Huis. En vervolgens ook nog met andere belangenorganisaties om toch te komen tot een gedachtegoed waarbij de erfpachtconstructie, met name voor degene met een wat smallere beurs, toch aan de markt deel kunnen nemen en eigenaar kunnen worden van zo'n woning, wat toch een belangrijke investering is. Even los van het feit van de erfpachtconstructie met betrekking tot de kanon die geregeld moet worden. Dat zijn wat mindere bedragen in de zin van de kosten die ze moeten maken naast de hypotheeklasten. Want als we dat een keer uit gaan rekenen, dan komen we ongeveer uit op een 100 of 2-3 per maand. En dan zit ik aan de hoge kant met betrekking tot de kanon, zoals die dan overeengekomen is met de erfpachter. Wordt nu heel technisch, ja. Ja, alleen wat ik dus hoor, kanon is feitelijk huur, hè? Is huur, ja. En uiteindelijk moet dat ook betaald worden. En wij als gemeente kennen intern een tarief. Hè? U weet dat, wij moeten 4,5% rente vragen. En dat is toch ook wat wij in de kanon moeten verrekenen. En ik denk dat je daar ook kunt huren of kunt lenen bij een bank op die manier. Nou, en de rente is een beetje ongeveer 2,5%. Dat is een algemeen. Ja, maar dat is dus een. Wat dat, dan betaald moet worden daarover. Ja, dat vindt u. Alleen wij hebben intern met het financieel beleid afgesproken dat wij 4,5% rekenen voor het rendement. Dus u wilt ook het financieel beleid van de gemeente nog aanpassen en het rendement, zeg maar ons uitgeleende geld, ook nog eens weggeven, want dan subsidiëren richting de starters. Ik denk dat het niet in het belang is van de starter, want uiteindelijk, u zegt dat hij makkelijker een hypotheek kan krijgen, dat bestrijd ik. Want recentelijk heeft ook onder andere in de Volkskrant gestaan dat huizen waar erfpacht op zit, erg lastig is om een hypotheek op te krijgen en ook bijna niet verkoopbaar is, omdat er dus een constructie onder zit. En daar is inderdaad, de heer Blok is daar onderhandelingen mee aan het starten met allerlei instellingen om dat te voorkomen, maar zover zijn wij nog niet. En mijn vraag is, waarom zouden wij starten met het doen van erfpachtconstructies, terwijl wij nog allerlei andere instrumentarium hebben om die starter aan een goede woning te helpen? En wij bouwen redelijk veel. En we zijn zelfs sterk vertegenwoordigd in de regio. Voor even daarop terug, op in te haken. 3, 2, 1. Hier, u mag terug naar uw plaats. Applaus voor dit debat. Heel goed gedaan. Ja. En meneer Wijnands, ik merk eigenlijk op in dit debat dat het over 2 dingen tegelijkertijd gaat. Is er wel een crisis op de woningmarkt? Hè? Is er echt een probleem? Ik hoor de VVD zeggen, nou, ja, moeten we dat niet relativeren? Of is er wel een probleem en moeten we daar echt iets mee aan doen? Hoe kijkt die partij er tegenaan? Volgens ons is er al een probleem sinds 2008. En dat hebben wij ook meerdere malen in de gemeenteraad aan de orde gesteld. Omdat wij vinden dat de woonvisie geactualiseerd moet worden. En ik ben blij dat ik als eerste meteen dat mag noemen. Iedereen begint te lachen. Maar uiteindelijk is het gelukt. De laatste raadsvergadering... de ene laatste moet ik zeggen van termijn is het zo dat er een motie is aangenomen waarbij uiteindelijk unaniem de hele raad vindt dat we daar iets aan moeten gaan doen. Alleen het is jammer dat het pas nu is en niet al in 2008, want dan hadden we al bepaalde problemen kunnen aanpakken in plaats van dat we nu nog moeten gaan onderzoeken waar het probleem precies ligt en wat de oplossingsmogelijkheden zijn, zoals aangedragen middels deze stelling. Dus... Mevrouw van Amsvoort, te weinig te laat?
Ja, ik weet niet of het te laat is. Ik denk dat het probleem is dat jongelui hier heel graag willen wonen. Dat wij het ook fijn vinden dat ze hier blijven wonen. Maar ze willen allemaal direct een grondgebonden woning. En dat is vaak te duur. Die starterswoningen die in de gemeente Eersel gebouwd zijn, dat zijn over het algemeen woningen waar men niet alleen start, maar waar men ook gewoon heel lang blijft wonen. Dus misschien zouden we een iets op gang moeten brengen, waardoor het inderdaad goedkoop starten is en doorgroeien. Dat wat gemakkelijker zou zijn. En blijft er lang zitten in dezelfde woning? Ja, ik denk dat op dit moment het probleem is. Reactie, ja, gaat de gang? Ja, niet direct daarop, maar wanneer we het hebben over de woningmarkt in Eersel. Kijk, het debat werd net nogal ingewikkeld en technisch. We moeten eigenlijk denk ik meer kijken naar waarom willen mensen eigenlijk in de gemeente Eersel wonen of ergens anders wonen. Wat is daar belangrijk in? En eigenlijk misschien belangrijker dan de directe financiering is dat wij als gemeenteraad gewoon voor moeten zorgen dat we een aantrekkelijke gemeente blijven met aantrekkelijke dorpen. Hè, ook voor jeugd die wil blijven of jeugd die terugkomt. Dus zorgen voor dat jonge gezinnen bijvoorbeeld een goede plek hebben in onze gemeente. Zorgen voor dat ieder dorp een basisschool houdt. Hè, een mooi buitengebied. Stimuleer het verenigingsleven. Stimuleer het organiseren van evenementen. We hebben onlangs bijvoorbeeld samen met het CDA ervoor gezorgd dat het organiseren van evenementen een stukje goedkoper werd. Hè, dat hoort er allemaal bij dat de gemeente eerst aantrekkelijker wordt. Hè, en wordt de gemeente eerst aantrekkelijker, willen mensen er ook graag gaan wonen. En wij willen wat dat betreft toch wel een stuk verder gaan. Wij zeggen, bouw die buurtboerderij bij Kerkenbocht. Of pak die Eindhovenweg in Steenslaan. Want je kunt dan erfpachtconstructie invoeren. Maar je moet gewoon zorgen dat mensen in het dorp willen wonen. En dat kun je bijvoorbeeld aanpakken. Ik ga even naar mevrouw Nieuwer over de woningen. Ja, want we dwalen volgens mij een beetje van het onderwerp af. Wat op zich heel interessant is. Maar ik denk ook, wat ik nog niet gehoord heb, is zijn er ook andere instrumenten om die woningmarkt weer op gang te brengen? Het is überhaupt maar de vraag of die woningmarkt inderdaad op dit moment zo op slot zit. We zitten nu net een beetje aan het eind van de crisis. We krijgen nu eindelijk weer een beetje lucht. Dus wij vinden als D66 ook van laat het even, kijk het even aan. Kijk even naar de ontwikkeling die zich nu gaat voordoen. Maar denk vooral ook aan alternatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld door veel meer op collectieve initiatieven aan te sturen. Het kijken of mensen samen in hun collectiviteit woningen kunnen bouwen. En ook ja, als het gaat om doorstromen, om te kijken of mensen vanuit een participatie iets kunnen doen. Waardoor we die doorstromingen wel weer op gang brengen. Maar vooral ook, wacht even af nu. Want volgens ons gaat het nu net de goede kant op. Ik vermoed dat meneer Wijnands daarop reageert. Ja, want we wachten niet meer af. Want dat doen we al vanaf 2008, afwachten. En er moet nu iets gebeuren. De risico's die we lopen in onze grondexploitatie, die zijn veel te hoog. We hebben al een structureel tekort van bijna 4 ton de komende jaren om op te lossen. En als we daar ook nog verliezen bij moeten gaan nemen vanuit de grondexploitatie, dan hebben we als politiek een hele zware dobber voor de boeg. Even concreet met grondexploitatie. Wilde de grond die al is aangekocht door de gemeente om op te gaan bouwen? Voor bijvoorbeeld woningbouw te realiseren. Maar dan moet je wel weten voor wie je woningbouw wil realiseren, wat de wensen zijn van de mensen. Dus dat onderzoek had er al lang moeten zijn. Maar meneer Wijnands, het doet toch niet zelf aan het feit met of zonder onderzoek. Er zijn heel veel starters die graag in de gemeente Eersel willen blijven wonen. Maar het probleem is, en daar heeft meneer Heesemans wel gelijk in, dat de hypotheek niet verstrekt wordt aan jonge mensen. Ze hebben nog onvoldoende eigen vermogen om de starterswoning te kunnen betalen. Nou, zegt u dan van, als D66 met een collectief komt, dat is allemaal leuk en aardig, maar wat gaat de bank zeggen? Nou, ik wil wel graag inderdaad aansluiten op wat mevrouw Nieboer zegt. Dat is denk ik ook wat ik bedoel. Volgens mij is de tijd rijp dat mensen ook hier in die dorpen niet onmiddellijk een grondgebonden starterswoning waar ze de rest van hun leven kunnen blijven wonen wensen. En dat ze wat kleiner starten en na een aantal jaren kunnen doorgroeien. Ja, we zullen toch in die zin toe moeten naar een wat andere insteek en een andere mentaliteit. Waarbij je veel meer het initiatief van de bewoners van Eersel stimuleert, motiveert. En de gemeente moet daar een faciliterende insteek voor kiezen. En dan vind ik erfpacht nou niet echt een modern middel waarvan ik denk, daar gaan we de toekomst mee winnen in Eersel. Nou, dus ik zou veel meer willen inspelen op de kracht van de individuele bewoners. En daar vervolgens goede middelen op inzetten. Meneer Heesemans. Nou, ik wil dat toch even in het midden brengen van, we krijgen de banken die klagen stenen mee, laten we het zomaar even noemen, met betrekking tot het verlenen van hypotheken. En dat betekent in feite dat wat wij doen, wat wij van plan zijn om te doen, laat ik me voorzichtig uitdrukken, is dat wij een bepaald concept hebben en dat concept dat willen wij doorvoeren.
Dat is gericht op starters en ook nog op andere modellen. Dat mag, dat is verder ook niet zo'n probleem. Maar met name de voorkant, de jonge mensen, die hebben gewoon te weinig poenen, laat ik maar ronduit zeggen. En die kunnen niet aan echt veel poen komen. En dat is voor ons de reden geweest om, en zo staat het ook in ons verkiezingsprogramma, om te laten onderzoeken op wat voor manier de erfpachtconstructie ingevoerd zou kunnen worden. Er zijn ook nog andere modellen voor, op andere manieren. De woningstichting De Zaligheden heeft ook een constructie. Daar wordt ook van gebruik gemaakt. Dus dat leidt ook tot iets. Maar daar zit ook zoiets in. En dan zegt hij van, dat is ouderwets, maar wat oud is, kan ook goed zijn. Hè? Ja. Mag ik, ja, ik wil graag inderdaad, ik wil graag even onderbreken. Op het moment dat jonge lui een huis kopen met een erfpachtconstructie en ze willen na een aantal jaren verkopen, is dat een belemmerende factor in de verkoop. En over een langere periode, als die mensen blijven wonen, dan betalen ze uiteindelijk meer, omdat er inderdaad, wat de heer Kraaienveld straks zei, die erfpacht moet ook betaald worden. Dat klopt. Dus wat u zegt is, mensen komen makkelijk misschien binnen bij een woning, maar dan hebben ze die woning vervolgens en dan wordt het lastig om daarvan af te komen. Komen er niet meer vanaf. Precies. Hier is toch wel, we hebben in Nederland nog ruim 600.000 van die woningen en 30 gemeentes die hanteren nog de erfpachtconstructie. En dan noem ik Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, de grote steden, die doen dat allemaal. Meneer Heesemans, dus, maar neem maar even als voorbeeld. Dus wat u zegt, van het werkt wel degelijk in andere gemeenten ook. Ik ga eerst even naar de Partij van de Arbeid en dan door naar de VVD. Ja, kijk, zo'n onderzoek naar een erfpachtconstructie is wat dat betreft prima. Kijk, misschien zou je ook kunnen zeggen, misschien moeten de grondprijzen eerst wel dalen. Maar dan ben je wel heel erg bezig op te sturen op geld. En we moeten gewoon ervoor zorgen dat onze woonomgeving aantrekkelijk wordt. Dat mensen in Eersel willen wonen. En dan is pas stap 2, maar zegt u, komen ze aan het geld. En we moeten het een beetje breder zien dan alleen maar. Maar hoor, kun je dan niet zeggen, mensen vinden Eersel niet aantrekkelijk genoeg? Dat is het probleem? Eersel is zeker wel aantrekkelijk, maar wil je die woningmarkt uit de slop trekken, dan moet je er gewoon voor zorgen dat mensen in Eersel terecht willen dat die dat kunnen. En je moet dat faciliteren en aanjagen. Ja, dat is de vraag, hoe doe je dat dan vervolgens, hè, VVD? Nou, wij hebben inderdaad, je kunt de markt wel aanjagen. Maar we zitten nu momenteel in een woningbouwcrisis. En als je kijkt dat in Eersel tot 2023 tussen de 75 en 80 woningen gemiddeld per jaar gebouwd mogen worden. En wij in een buitengewoon slecht crisisjaar van de woningbouw 61 woningen bouwen. Waarvan er ongeveer de helft huur is. Dus dat is al een hele goede, ook onder andere voor de starters zou ik maar even zeggen. En er worden starterswoningen gebouwd. En ik kijk nu u aan als coalitiepartner. Maar wij hebben gewoon goed voor elkaar gekregen dat er starters mogen bouwen. Er zijn wel degelijk dingen gebeurd. Er zijn degelijk dingen gebeurd. En er worden in Koemiersdijk in Wintelree worden er ook nog eens een keer 10 starterswoningen opgeleverd binnenkort. En op zich, het kan altijd beter. En wij hebben heel veel risico's met betrekking tot de grondposities. Maar uiteindelijk wonen wij in een hele mooie gemeente. En dat moeten we ook zo houden. En daar moeten we ook voor zorgen. Daar ben ik helemaal met de heer Van den Broek eens. Alleen het is minder somber dan dat om ik noem het toch maar een beetje een paardenmiddel, erfpacht daarvoor te pakken. Ik zou daar meer het huidige beleid wat we nu hebben ingezet, doorzetten. Meneer Weiland, huidige beleid doorzetten? Nee, want dat heeft niet geleid tot een oplossing. Want we hebben nog steeds wachtlijsten, ook bij de huurwoningen, voor mensen die al 3 jaar op een woning wachten. Onze jongeren die trekken weg. Dus blijkbaar kan het in andere gemeentes wel. Of wordt er in andere gemeentes beter voor die doelgroep gebouwd. Die andere gemeentes moeten, nog beroerder. Wij hebben een migratiesaldo 0 hebben we opgelegd gekregen. Dat betekent dat we bouwen moeten voor onze eigen inwoners. En dus moeten wij onze eigen inwoners gaan vragen wat hun wensen en behoeften zijn. En op basis daarvan een programma gaan realiseren. En niet zomaar ergens een bestemmingsplan wegleggen. Met ruimte voor ruimte kavels waar niemand op zit te wachten. Ik wil het gesprek even iets concreter maken. Want ik merk dat we het hier hebben over van, nou, het misschien moet aantrekkelijker worden. We hebben al een heleboel gedaan. Wanneer voor de komende raadsperiode, 4 jaar vooruit, waar zijn die huizen dan gebouwd en wie wonen erin? Mevrouw Nieboer, je bent nu in de politiek. Op het moment dat u straks macht heeft, waar worden die huizen dan gebouwd en wie gaat erin wonen? In principe hoor ik nu net dat er voldoende grond is en er zijn voldoende initiatieven. En in die zin heeft de gemeente hier een prachtige mogelijkheid om die grond op de een of andere manier bij starters of mensen die doorstromen te faciliteren dat die mensen samen vanuit hun eigen wensen en vanuit hun eigen behoeften
in dat hele mooie Eersel blijven wonen. Zelf met ideeën, bijvoorbeeld om zelf te bouwen en zelf te bedenken hoe ze dat zouden willen doen. En er zijn diverse voorbeelden in de gemeente en ook in omliggende gemeentes waar mensen dat vanuit een collectief verband prima zelf kunnen doen. En dat ook zelf kunnen financieren en oplossen. En ik denk dat daar de oplossing ligt, omdat die mensen dat zelfstandig in de komende jaren zeker kunnen invullen. En blijkbaar heeft de gemeente de grond. Nu moet de gemeente het alleen nog faciliteren en ondersteunen. En dan zijn we er. Meneer Heesemans, dezelfde vraag aan u in de verkiezingen. Waar gaan die mensen wonen over 4 jaar? Of wie wonen er over 4 jaar in de huizen en waar staan ze? Ja, dat is de vraag. Ik bedoel, we hebben ruimte. Dat is inderdaad de vraag. Correct. Maar de vraag is of we die in kunnen vullen. We hebben voldoende ruimte. Er zijn plannen, ook voldoende plannen. Maar nogmaals, we raken de grond niet kwijt. Ze staan niet te dringen, echt niet. En dus u ziet die collectieven van D66 nog niet? Nou, dat is ook een vorm, maar wellicht aansluitend aan het andere verhaal. Dat is al een stukje. Ja, dat is ook zo. Daar is ook verder niks mis mee, hoor. Ik bedoel, dat wordt ook gepromoot, daar zijn we ook mee bezig. Dus We moeten ook de goede dingen zien van wat er allemaal gebeurd is en gaat gebeuren en wat in de toekomst zit. Daar is verder niks mis mee. Maar ze staan niet allemaal te dringen om een kaartje te kopen van ik wil 500 vierkante meter of 300 vierkante meter of 200 vierkante meter. Het beleid is minder maakbaar dan je misschien zou willen. Ik denk het wel, ja. En ik hoop dat het kantelt. Dat hoop ik. Met betrekking tot allerlei zaken. Dat de jonge mensen weer hier komen wonen. Want ze vliegen allemaal uit. Als je de demografische getallen een keer kijkt van kleine kernen. Nou, dan zitten er echt veel gaten in de opbouw. Dus dan hebben we een probleem. En de vraag is, we hopen dat ze terugkomen, maar de vraag is, doen ze dat? Meneer Van den Broek. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat er een gebalanceerd woningaanbod is. Ook verspreid over de verschillende kernen. Wat dat betreft zijn wij ook blij dat er een nieuwe woonvisie komt. Alhoewel heb ik niet zo vaak benoemd als mijn buurman. Maar dan nog moet je je misschien af gaan vragen, wie willen wij, dat was uw vraag, wie willen wij dat er gaan wonen? Nou, wij zeggen in ieder geval, ook voor de kleine kern is het in ieder geval hartstikke belangrijk dat er jonge gezinnen komen wonen, hè, met kinderen. Dat zorgt voor vitaliteit, hè, dat zorgt voor leven in de brouwerij, voor vergroening. En dan, hè, ga ik het er even hebben over het plaatje wat breder trekt. Dan moet je niet zozeer kijken naar welke constructie ligt eronder, maar zorg dan gewoon voor dat elke dorp een basisschool blijft. En dan moet je dus meer gaan kijken, wat gaan we zo en hoe gaan we dat aanpakken. Maar als ik het al even verzamel, zegt u dus de 5 andere kernen, daar moet ook gebouwd worden en dan voornamelijk voor jonge gezinnen. Ik denk dat het een heel belangrijk deel is om die kleine kernen ook, de kleinere kernen ook leefbaar te houden. Ja. Nou, als ik daar even nog iets op mag aanvullen, want ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om die kernen vitaal te houden door ook de ogen niet te sluiten voor de oudere categorie. En met name als het dan gaat, met name als het gaat om mensen die eventueel vanuit een thuissituatie met zorg nog steeds in die kleine kernen willen blijven wonen. Daar hebben ze hun hele leven lang gewoond. Die willen niet naar een verpleeghuis elders. Die willen niet naar een zorgvoorziening elders. Mm-hmm. Die willen gewoon in Vessem of in Knechtsel of in Duisel gewoon tot het eind kunnen blijven wonen. En ik denk dat in aanvulling daarop, voor de vitaliteit van die dorpen, het heel belangrijk is dat we daar ook iets voor bedenken. Dames en heren, dank u wel voor dit debat. Dan mag ik gewoon even applaudisseren. Door sommige partijen is het al een aantal keren genoemd. Maar de vraag is inderdaad ook, op het moment dat die mensen daar eenmaal wonen en de mensen die er nu al wonen, wat gebeurt er dan vervolgens met de voorzieningen waar ze gebruik van maken? De sportfaciliteiten, de tennisvelden, de voetbalvelden, maar ook zoiets simpels als een basisschool. Zijn die nog rendabel te houden? En als dat zo is, hoe doen we dat dan met z'n allen? In de afgelopen raadsperiode, ongeveer een jaar geleden, is er een lastig besluit genomen. Maar uiteindelijk is ervoor gekozen om de Jacobusschool te verplaatsen. En nu komen de verkiezingen aan, dan zijn we een jaar verder. Maar er zijn wel degelijk partijen die nog steeds zeggen, jongens, misschien moeten we dat gewoon niet doen. In het volgende debat gaan we het debat aan tussen kernbeleid, meneer Wijnands, die een van de partijen die dat zegt, dat moeten we gewoon niet doen. En het CDA aan de andere kant. De wethouder van onderwijs, die onder andere gestemd heeft voor het verplaatsen van de Jacobusschool. In de eerste helft van het debat gaan we erover praten. De Jacobusschool zou niet moeten worden verplaatst. Meneer Wijnands. Nou, hij moet niet worden verplaatst. Enerzijds omdat de mensen, de ouders van de kinderen het zelf niet willen. Anderzijds omdat de noodzaak, zeg ik dan maar, voor de verplaatsing niet aanwezig is. Omdat je ook zou kunnen kiezen voor renovatie van de Jacobusschool op de huidige plek. Weliswaar misschien niet met hetzelfde aantal klaslokalen, maar kan zeker wel aangepast worden. Daarmee
voorkomen we dat we weer een probleem krijgen zoals met de bibliotheek die jarenlang stil blijft staan, leeg blijft staan. En zorgt er ook voor dat de spreiding, zeg ik dan maar, van de scholen over de kern Eersel het best, het beste is. En inhoudelijke samenwerking die is er niet, want het blijven twee aparte scholen. Ze worden alleen maar buren van elkaar. En ik zie daar de hele meerwaarde niet van in. Sterker nog, ik zie alleen maar financiële risico's. Meneer Wijls, dank u wel. We gaan voor een reactie naar het CDA. Ja, heel graag. Ik wil er graag op reageren. Het CDA heeft in het programma opgenomen dat zij belang hechten aan voorzieningen in die kleine dorpen. Evenals wat de heer Van den Broek zojuist zei. Maar we hebben het hier over Eersel. We hebben het niet over Knechtsel, Steensel of de Webels. De Jacobusschool is een oude school. Die was versleten. Er is een lang onderzoek uitgevoerd. Er is een architect geconsulteerd die ervaring heeft in de bouw van oude scholen, in de renovatie van oude scholen. Hij kwam tot de conclusie dat deze school niet te renoveren was voor op het niveau wat de school wenste. Ook niet geschikt te maken was voor het Dalton-onderwijs. Dus hij stelde voor om 8 nieuwe lokalen te bouwen op de speelplaats. Dus dat betekende inderdaad een fors kleinere speelplaats. En dat betekende in de lokalen die er al stonden leegstand. Op de Willy Broderschool staan nu al lokalen leeg, omdat we in Eersel de komende jaren 25% ontgroenen, dus minder leerlingen krijgen. En dat was de reden waarom de optie 2 scholen op 1 locatie financieel gezien veruit de meeste kansen bood. Financieel het gunstigst, maar ook inhoudelijk de meeste kansen bood. Op momenten dat 2 scholen op 1 locatie komen, dat biedt meer mogelijkheden voor en naschoolse opvang. Dat biedt mogelijkheden voor het intensiveren van het gebruik van de sporthal. Dat biedt mogelijkheden om in het kader van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg, om die zorgstructuur te versterken. En kortom, inhoudelijk, financieel, ruimtelijk, in alle opzichten en ook op de lange termijn een vele betere variant. U spreekt over renovatie van de Jacobusschool. U weet dat er heel veel geld mee gemoeid was. En dan hebben we het niet eens over het geld, dat is niet eens meegenomen, wat geïnvesteerd zou moeten worden in duurzaamheid. Om die scholen op het niveau te krijgen wat de Raad in Eersel belangrijk vindt. Dus er zijn voldoende argumenten, meneer Wijnands, om aan te geven dat dit een goed besluit is. Maar laten we dan direct voor een reactie gaan, meneer Wijnands. Voor 3 minuten het debat. Nou, kijk, ik ben niet overtuigd en dat waren we in de Raad al niet. En we hebben ook geen andere argumenten gehoord als wat er destijds ook naar voren is gebracht. Maar waar u toch wel heel makkelijk overheen stapt, is het feit dat mensen vanuit Eersel zelf, zeg maar de kern, de ouders, het niet wenselijk vonden om te verhuizen. En zij gedwongen zijn, zeg ik dan maar, middels dit besluit, om hun kinderen elders in Eersel op een basisschool te krijgen. Want de vraag is nog maar hoeveel kinderen er daadwerkelijk mee gaan overhuizen. Is men niet verplicht. Men kan ook kiezen voor een andere school. Ik zei u al, het is geen Steensel of de Webels. We hebben een postcodeonderzoek laten doen. En nu blijkt dat de kinderen die naar het Busseltje gaan en naar de Jacobusschool gaan, over heel Eersel komen. Dus Eersel, de Jacobusschool, vervult geen wijkfunctie, maar vervult een functie voor het hele dorp. En de ouders die vonden het inderdaad, meneer Wijnands, even een zwaar besluit. Zij zijn gehecht aan die school, maar zij zijn ook gehecht aan goede onderwijshuisvesting. Zij hechten ook aan het Dalton-concept, wat om een andere onderwijsomgeving vraagt. En eerder, dat weet u ook, dat was misschien zelfs wel in uw periode, waren er ook verkeersproblemen bij de huidige Jacobusschool. Verkeersproblemen zijn er op elke school. En nog steeds. En dat baart ook zorgen. Maar die zorgen voor wat betreft de veiligheid van de kinderen op school neemt alleen maar toe als er meer kinderen naar 1 specifieke plek gebracht moeten worden. Dus dat aspect zegt eigenlijk ook van hou die spreiding in stand. En ga niet met nog meer kinderen
naar een bepaalde plek toe om het nog onveiliger te maken? Nou, het noodzaakt om een hele veilige thuis-schoolroute te maken. En dat is absoluut noodzakelijk, meneer Wijnand. Dat zou noodzakelijk zijn bij die huidige Jacobusschool. En dat is zeker noodzakelijk als dadelijk twee scholen op één locatie komen. Maar het grootste probleem rond verkeersveiligheid ontstaat omdat vele ouders, en helaas heb ik het zelf ook wel eens gedaan, de auto pakken in de plaats van lopend of fietsend naar school te gaan. En dat lost u niet op? Nee, dat los ik inderdaad niet op. Nee. Dus is dan de vraag gerechtvaardigd, bent u bereid om dan te heroverwegen? Want u heeft nog geen herbestemming, zeg ik dan maar, van de Jacobusschool in uw plannen. En u bent het met me eens, we hebben al een probleem met betrekking tot de bibliotheek. Een probleem met een Jacobusschool erbij. Is niet echt wenselijk. Nee, ik vind dat de onderwijshuisvesting en de kwaliteit van de onderwijshuisvesting en het onderwijsconcept wat Kempenkind wil bieden, dat staat centraal. Voor nu en voor de lange termijn. Maar, en we kunnen nu veel geld steken in de renovatie van de Jacobusschool. Terwijl een architect en stedenbouwkundige al zeggen, en bouwkundigen al zeggen dat dat gewoon geld door het putje spoelen is. Meneer, mevrouw. Dus ik vind dat we dat niet moeten doen. We gaan naar het centrale debat. Dank u wel voor deze stelling. Ach, meneer Van den Broek. Uw partij. We schudden wel handen nog steeds achteraf. Ik denk dat het een goed teken is. Dat is een goed teken. Meneer Van den Broek, uw partij heeft ook aangegeven in zijn verkiezingsprogramma dat ze niet voor het verplaatsen van de Jacobusschool zijn, of in ieder geval voor een heroverweging. Zijn het voor dezelfde reden als net genoemd door Kermeleid? Ja, voor een groot deel wel. Maar bij ons speelden nog een paar andere een rol. In ieder geval ook nog de spreiding over het dorp eerst. Hè. Er verdwijnt toch een beetje levendigheid uit die buurt. Ten tweede zijn we er ook niet echt mee, zijn we niet echt tevreden op de manier waarop dit besluit genomen is. De buurt en de ouders zijn wat ons betreft onvoldoende of te laat bij betrokken. En ja, tot slot, wat misschien typisch iets is voor onze partij ook, wij zijn er niet tevreden mee dat we nu een cultuurhistorisch waardevol gebouw leeg laten staan. We gedragen ons bijna als grote verzekeraars die denken, oh, we bouwen daar een nieuw kantoor en laten het oude leeg staan, want dat is goedkoper. Als wij nu twee goed uitgewerkte plannen hadden gezien, wat in onze ogen niet gebeurd is, hadden we een betere keuze kunnen maken en hadden we er ook iets beter gevoel bij gehad. Want nu hebben wij er toch een zure nasmaak aan overgehouden. Meneer Kraaienveld, ook coalitie. Wat gaat er nou gebeuren met dat pand straks? Nou, uiteindelijk zal dat pand een herbestemming krijgen. Concreet kan ik dat nu nog niet aangeven. Maar om terug te keren naar de stellingen, samenvoegen van voorzieningen. Dat zou ook wel best wel eens leverheid kunnen bevorderen. En als je dan specifiek naar de brede school hier in Eersel kijkt. Ouders maken gewoon een bewuste keuze in hun leven om kinderen naar een goede school te laten gaan. En daar is een brede school, denk ik, een onderdeel van. Wij als VVD zijn daar echt een voorstander van. Je ziet ook de demografische ontwikkeling en hoe dat de maatschappij tegenwoordig in elkaar zit. Dat werken, wonen en de school van de kinderen best wel belangrijk is. En dat de leercarrière van een kind vanaf jongs af aan goed gevolgd moet worden. En als je dan naar Eersel als geheel kijkt, is er plek voor 2,5, 3 scholen. En dat is gewoon reëel, demografisch is dat gewoon zo. En wij als VVD vinden gewoon dat scholen gewoon goed gehuisvest moeten zijn. En de Jacobusschool is een oud gebouw en is geen goede huisvesting, ook al gememoreerd door mevrouw Van Antwoord. Ik ga even naar D66. En wij willen goed investeren in onderwijs. Ik begrijp het. D66. Ja, meneer Dio, dank u wel. Dit besluit is genomen op het moment dat wij nog niet in de raad zaten. Maar ik zit toch een beetje met verbazing naar deze discussie te luisteren. Want het gaat over onderwijs. Maar ik heb het volgens mij nog helemaal niet gehoord dat het ook naar de kwaliteit van het onderwijs moet kijken. Ik hoor alleen maar dingen over een leegstaand gebouw. Ik hoor iets over verkeersveiligheid. Maar het gaat toch uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs. En ik neem aan dat daar goed naar gekeken is. Dat en wat is het beste is voor de kwaliteit van het onderwijs. En ik kan me voorstellen dat als je twee kleinere scholen hebt die samen met elkaar veel meer krachten kunnen bundelen en veel meer sterkere dingen kunnen aanbieden aan onze jongeren, dat je dan kwalitatief een grote stap kunt maken in plaats van dat je twee kleinere scholen, mind you, ook nog op een hele kleine afstand. We hebben het hier niet over kilometers afstand. Het zijn scholen in de kern van Eersel. Dus je zegt, ik ben voor samenvoegen. D66 is voor samenvoegen. Als ik de discussie zo beluister, dan begrijp ik niet
waarom het woord kwaliteit van onderwijs nog niet aan orde is. Dank u wel, mevrouw Nieboer. Daar wil ik heel graag op reageren. De kwaliteit van het onderwijs heeft wel degelijk een hele grote rol gespeeld. Dit was ook absoluut de voorkeur van Kempenkind. Zij zagen juist vanwege onderwijsinhoudelijke motieven, zagen zij de meerwaarde in van deze variant. En het Dalton-concept, wat het Dalton-onderwijs, wat op de Jacobusschool op dit moment geboden wordt, dat was niet te realiseren in de oude school. En ook de renovatie bood daartoe geen oplossing. Er komt nog een ander onderwijsinhoudelijk punt bij. De Willy Brodeschool die zou in de andere variant enkel een onderhoud krijgen. En nu komt er in deze variant ook een renovatie ten behoeve van de onderwijskundige, huidige onderwijskundige systematiek, of hoe zeg je dat, het huidige onderwijs. Mm. Dus ook de Willy Brodeschool krijgt daarop een upgrade. Ik krijg dan meteen van de arbeid, dan ga ik naar. Ja. Ja, kijk, onderwijskwaliteit is voor ons natuurlijk ook heel belangrijk. Wat dat betreft vind ik het ook wel jammer dat wij door de Raad niet meer gesteund zijn in de aanscherping van de ambitie die wij hadden met betrekking tot frisse scholen. Dus dan ga je kijken naar luchtkwaliteit, temperatuur en dergelijke. Maar dat was toen te duur. En ik vraag me toch af, als je alleen maar puur kijkt onderwijskwaliteit en de nevenfuncties van zo'n basisschool naar achter moffelt, dan zou je op een gegeven moment ook kunnen denken, hey, de basisschool in Steensel wordt ook wel erg klein. Over het viaduct ligt Knechtsel, laten we eens gewoon een schoolbus op en neer laten pendelen. Ja, als je die redenatie doortrekt, ja, dan zou je daar ook op uit kunnen komen. Dat, nee, dat is niet waar wij iets voor kiezen, want wij vinden een basisschool anders. Dat je naar basisscholen anders moet kijken dan alleen maar onderwijskwaliteit. Het gaat ook om leefbaarheid. Dan wil ik wel heel graag op Ik ga eerst naar de Nederlands en dan ga ik naar... eerst al anders. Ja. Nou, kijk, die voorzieningen, om die te behouden in de kleine kernen, daar ben ik het met mijn collega eens. Dat zou moeten gebeuren. En we hebben al met sportnota, zeg ik dan maar, ook die voorbeelden gezien. Hè, van kunnen we niet sportverenigingen bij elkaar gaan voegen? En er zijn al lijstjes van gemaakt welke kernen dan bij elkaar zouden moeten komen. Maar daarmee zet je ook stappen het onleefbaar maken, zeg ik dan maar, van een bepaalde kern die voorzieningen dan niet meer heeft. En dat is onze grote angst. En wij vinden het laatste redmiddel is het, hè, om dingen samen te voegen. Omdat het dan beter is dat we dan nog een voorziening behouden, zeg ik dan maar. Maar het moet nooit het uitgangspunt zijn. We moeten blijven vechten. Ik ben blij dat ik het hoor. Ik ga eerst naar Eerst Anders en dan komen deze twee partijen Eerst Anders. Ja. Dankjewel. Goed te zien dat het gesprek zo erg verheerdadrooik is. Ja. Ja. We hebben een mening, dat is mooi. Ja. Ja. Nou, wij als partij Eerst Anders waren voor de fusie van beide scholen. Nou, de nieuwbouw van beide scholen. Nog steeds? Nog steeds. En daar blijven we ook. Want het is het fundament wat we toen uitgespeeld hebben en besproken hebben. Helemaal uitgekristalliseerd. We hebben alles bekeken. Ook als partij. We zijn de scholen in geweest. Ik heb het destijds inderdaad een beetje genoemd van oude meuk. Vonden we de Jacobusschool. Het was ook niet meer passend. 1928, daar kunnen ze nog heel veel van maken. Maar geen modern onderwijs. En dat is voor ons de reden geweest om te zeggen van nou, wij kiezen voor de brede school in Eersel. De Willy Brodeschool krijgt een nieuw jasje. De Jacobusschool krijgt ook een nieuwe jas. En de kruisbestuiving die zal met de tijd plaatsvinden tussen de beide onderwijsscholen. Maar het belangrijkste is natuurlijk wat er in het lokaal gebeurt. En dat moet natuurlijk perfect zijn. Ik ga nog naar meneer Kraaienveld en dan ga ik het debat wat breder trekken. Meneer Kraaienveld. Ja, nou, misschien trek ik het al wel breder. Want uiteindelijk gaat het specifiek over deze school. Maar ik hoorde net de heer Wijnands ook al aangeven voorzieningen in andere kernen. Wij als VVD zijn gewoon voorstander van om in iedere kern minimaal een school, een gemeenschapshuis te hebben. Want dat is de basis van de gemeenschap en ook de leefbaarheid. En daarin is de brede schoolgedachte is daar een hele belangrijke. Mm-hmm. En ik ben ook zeer verheugd dat al onze kernen gewoon een nieuw MFA hebben of verbouwd. En dat alle scholen in onze kernen zijn gewoon perfect zijn. En oftewel nieuw, of ze worden net nu nieuw gebouwd. En uiteraard is natuurlijk het deel onderwijs wat er gegeven wordt, is hartstikke belangrijk. En dat onderschrijf ik ook. Maar als lokale overheid kunnen wij daar wel uiteraard de mening over hebben. En de ouders zullen er ook op kiezen, zo even zeggen, waar ze de kinderen. Maar het ligt bij de centrale overheid wat betrekking tot kwaliteit. En wij kunnen alleen maar zorgen dus dat het goed gefaciliteerd kan worden. En dan moet u als D66 heel erg aanspreken. Ja, ik ga er meteen even op inhaken. Want we hebben het natuurlijk nu gehad over een voorziening binnen een kern die wordt verplaatst.
En dan hoor ik argumenten als van nou, we moeten de onderwijskwaliteit garanderen en dat kon niet meer duidelijk om te verplaatsen. Maar hoe zit het nou als het van kern naar kern gaat? Is dan nog steeds kwaliteit van onderwijs of kwaliteit van sport de maatstaf waar het aan gehouden moet worden? Ook als dat betekent dat men een viaduct over moet steken? Of zeggen we dan nee, sowieso binnen de kern en dan plaatsen we andere aspecten op een tweede niveau? Nou, ik zou er wel graag iets over willen zeggen. Want kijk, natuurlijk wil graag elke kern wil alle voorzieningen op een steenworp afstand. Mm-hmm. Maar we moeten ook realistisch zijn. We moeten het ook allemaal kunnen betalen. Al deze mensen hier, inclusief de mensen die hier staan. We moeten het wel kunnen opbrengen. We moeten het kunnen betalen. En ik denk dus dat het heel belangrijk is om natuurlijk die leefbaarheid in die kernen, om die krachtig te houden. Maar ook wel de discussie aandurven te gaan van waar leggen we de focus op, in welke kern. En kunnen we misschien ergens op de een of andere manier bepaalde voorzieningen misschien beter ergens anders onderbrengen, zodat je dan meer geld, meer voorzieningen, meer trainers, hogere kwaliteit kunt bieden op de ene plek en je misschien op de andere plek kiest voor een andere vorm van sport, beleving. Je moet volgens mij kijken naar die kwaliteit. En je kunt niet alles 100% in zo'n kern in stand houden. Duidelijk, dat redden we de komende jaren niet. Meneer Van den Broek. Ja, er werd net gezegd door mijn buurvrouw, je moet het kunnen betalen. Het is eigenlijk meer een kwestie van je moet het willen betalen. En dan moet je prioriteiten gaan stellen. Kijk, wat ons betreft, als we ook bijvoorbeeld kijken naar de sportparken. Ja. Hè, wil je die samenvoegen? Nou, wat ons betreft moet je dat niet van bovenaf gaan regelen. Maar je ziet soms worden verenigingen gewoon uit noodzaak gedwongen om samen te gaan werken. Dat is bijvoorbeeld bij de junior voetbal, bij Steensel en Knechtsel. Dan willen wij dat faciliteren. Maar je moet ook eigenlijk kijken, wat is het doel van dat samenvoegen? Heel vaak is dat een bezuinigingsoperatie. Nou, dan zul je eigenlijk wat creatiever moeten gaan kijken. Hè? Hoe kun je die bezuiniging op nog meer manieren bereiken? Je moet gaan kijken, kunnen we efficiënter gebruik maken van die sportvelden? Hè? Een mountainbike rondje om een fiets of een om een voetbalveld of een golfbaan op een voetbalveld, zoals bij Valkenswaard, kan allemaal. Maar je moet ook durven kijken naar nieuwe vormen. Onlangs hadden wij een gesprek met de voetbalvereniging. Er was een bepaalde voetbalvereniging die zei, nou, wij willen wel eens kijken wat voor privatisering van het onderhoud ons kan bieden. Hè, dat kan voor de gemeente kan dat voordelen hebben, maar je moet een beetje creatief denken en ook durven denken en met zo'n vormen experimenteren en dan kijken waar je uitkomt. Meneer Heesemans, wellicht voor uw partij de prioriteit? Dat we de voorzieningen houden in de kernen waar ze nu zijn. En daar onze uiterste inspanning voor willen leveren om dat blijvend te laten functioneren. Is het waarschijnlijk dat dat gaat lukken? Nou, wij denken als in de toekomst kijken is het niet altijd even makkelijk. Vier jaar is genoeg. Nou, de komende 4 jaar zijn ze nog allemaal wel apart hoor. Ik denk dat nog zal blijven bestaan. Bovendien hebben we als gemeente flink geïnvesteerd in onze accommodaties. Dat ziet er allemaal puik uit. Ja. Ik bedoel, daar ontbreekt allemaal niets aan. Maar mocht het zo zijn, te zijner tijd een keer, laat ik me voorzichtig uitdrukken, dan denk ik dat zo'n proces van onderaf aan opgestart moet worden. Stilletjes, de mensen moeten met elkaar moet een keer aan elkaar ruiken, een keer aan elkaar friemelen. Laten zo. Voordat we niet in huis gaan treden, ik ga dezelfde vraag aan u stellen. Het lijkt bijna geen politiek debat, meneer. Mogen we ook wel eens een keer afwijken. Ja, okay. Absoluut. Nieuwe manier van antwoord. Ja, nou, het CDA vindt het heel belangrijk dat die dorpen gewoon die goede sociale infrastructuur houden. Ik bedoel, we hebben gezien wat het oplevert, hè, die betekenis die mensen voor elkaar hebben. Mm-hmm. Dus dat levert echt, als je dat in geld zou uitdrukken, dat is onbetaalbaar. Ik ben het ook heel erg met meneer Van den Broek eens. Als het kan, moet je dat ook gewoon blijven faciliteren. Maar het moet ook reëel zijn. Ik denk naar onderwijs dat het zeker mogelijk is. Als we naar de leerlingprognoses kijken, dan moet het zeker mogelijk zijn. En juist voor jeugd is het belangrijk, denk ik, om thuis nabij onderwijs te kunnen genieten en aanverwante faciliteiten te kunnen gebruiken. Wat is het over de ontgroening? Hoe ziet dat eruit voor de kernen? We ontgroenen, maar we ontgroenen in de kern eerst al net iets harder dan in de meeste van onze andere dorpen. Mm-hmm. En als je naar de prognoses kijkt, dan zakken wij nog niet door een kritische bodem bij de leerlingaantallen. En juist wat je nu ziet ontstaan, dat die kleine scholen vaak aan een grotere school gekoppeld worden en daardoor een aantal kwaliteiten nog kunnen behouden. Dus dan is die grote school die de overheid neemt, dan is die grote school die de zorgstructuur mee combineren van functies.
Dus meerdere functies, ja. Maar ik ga eerst de vraag nog stellen aan beide andere partijen. Meneer Wijnand, zou u dezelfde vraag? Waar ligt nou de prioriteit? Zijn er bepaalde kwaliteitseisen? Nou, of is het gewoon dat het binnen de kern blijft? Het moet sowieso binnen de kern blijven. Maar daarvoor zijn ook andere dingen noodzakelijk dan alleen maar het op peil brengen van de voorzieningen. We moeten zorgen dat we de mensen hebben die gebruik gaan maken van die voorzieningen. En dan komen we weer terug bij ons eerste thema. De woningbouw, dat we de woningen bouwen voor de mensen, zodat die mensen gebruik kunnen maken van die voorzieningen. Een voorziening op peil houden voor een halve man en nog wat, dat heeft geen zin. We moeten dus zorgen dat we onze inwoners kunnen blijven binden aan het dorp, zodat ze gebruik maken van de voorzieningen die wij hebben gerealiseerd. Oh, okay. Nou, meneer Krijenveld, was de volgende. Ja, dank u wel. De vraag feitelijk, ik zou best wel kunnen zijn dat samenvoegen van voorzieningen, dat de leefbaarheid vergroot. En waarom zeg ik dat? Eigenlijk heel simpel. Op het moment dus dat je twee ziedende voorzieningen hebt in twee verschillende kernen, en je kunt daar één goede voorziening voor maken in één kern, dan kun je daar ook in investeren. En dan kun je naar kwaliteit gaan. En dat zou best wel eens kunnen betekenen dat de mensen van buiten Eersel, want we kunnen niet alleen denken aan de Eerselse mensen, maar ook aan de regio en aan Brainport, dat mensen denken van, goh, ik wil daar wonen en ik wil ergens anders werken of ik wil daar iets doen. En omdat dan kwalitatief goede voorzieningen zijn, weliswaar samengevoegd, kan dat best wel een keuze zijn om de leefbaarheid te vergroten. En dan komt meneer Wijnands helemaal aan zijn trekken dat er ook daadwerkelijk mensen naar Eersel komen om te wonen. En dan heb ik het over gemeente Eersel. Dank u wel. Het gaat vanavond ook ergens over. En het gaat vanavond over meer dan het tot nu toe mogelijk was geweest. Namelijk vanwege de decentralisatie. Decentralisatie betekent dat er nog meer taak op het bordje van de mensen die u gaat verkiezen terechtkomt. Dat zij meer beslissingen kunnen gaan nemen over onderwerpen waar wel minder geld voor beschikbaar is. Dat betekent dat de keuzes die gemaakt worden nog kritischer gemaakt moeten worden. Ga je dat doen in gemeenschappelijke regelingen, zoals nu het geval is, met buurtgemeenten afspraken maken, voor zoals bijvoorbeeld over de brandweer, zoals gedaan is in het verleden. Of zeg je, nee, we gaan directe samenwerking aan met andere gemeentes en we gaan een fusie aan. Dat zijn opties die mogelijkerwijs goed of niet goed zouden kunnen zijn voor de gemeente, juist nu met die extra vraag vanuit de decentralisatie die op ons afkomt. Nou, over die vraag gaan twee partijen het debat met elkaar aan. Eerst zou graag mevrouw Nieboer naar voren toe van D66. Zij gaat uitleggen waarom de herindeling een efficiëntere manier van werken kan gaan zijn. En daartegenover komt mevrouw van het CDA weer te staan, mevrouw van der Hamvoort. En om te beginnen geef ik aan mevrouw Nieboer weer zoals gebruikelijk het woord voor 2 minuten. Mevrouw Nieboer, ga uit de gang. Dank u wel. Ja, het thema is financiën en openbaar bestuur. Maar de stelling gaat eigenlijk over decentralisatie, zoals u ook al zegt. En decentralisatie is een belangrijk onderwerp wat onze kant op gaat komen de komende jaren. Decentralisatie van de zorg. Zorg voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, voor de jeugd. Maar ook zorg voor mensen die een beetje moeite hebben om normaal op de arbeidsmarkt te verschijnen. En dat komt allemaal de kant op van onze kleine Eerselse gemeente. Een uitdaging voor de gemeente. D66 ziet dat ook vooral als een kans. Een kans om zorg veel meer toe te spitsen op de bewoners, op de behoeften van de zorgvragen. Een kans ook om het efficiënter en met minder bureaucratie vorm te geven. Maar die uitdaging is er wel degelijk. Nou zegt de stelling dat wij zouden zeggen dat herindeling nodig is om die decentralisaties te bekostigen. Ik weet niet welk programma u gelezen heeft, meneer De Jode, maar dat staat, het woord herindeling komt in ons programma niet voor. Desalniettemin, wij willen wel open en met een open vizier gaan kijken naar mogelijkheden van samenwerkingen met gemeentes, met omgevingen. Maar wij zijn niet op voorhand voor iets of tegen iets. Wij willen dat er goed getoetst wordt of daarmee onze inwoners uiteindelijk beter af zijn. Of daarmee uiteindelijk onze financiële slagkracht beter wordt. Of daarmee uiteindelijk ook onze bestuurlijke kracht beter wordt. En wat erg belangrijk is in die samenwerkingen, is dat we er zeker van willen zijn dat we ook democratisch, voor ons als Democratisch 66 altijd een belangrijk onderwerp, dat wij democratisch invloed houden en dat wij als gemeente daar ook nog steeds ons zegje over mogen doen. Dus herindeling, ik heb het nergens gelezen, ik heb het nog eens heel goed nagekeken afgelopen zondag. Ik heb het niet in ons programma gelezen, maar samenwerkingen, zeker, met een open vizier, ook zeker. En daar willen wij onze inwoners zeker ook bij betrekken.
Oké, dank u wel, mevrouw Van der Hamvoort, uw reactie. Goed, ja, ik wil graag mijn reactie, vraagt u? Of mag ik eerst mijn pleidooi? Ja, zal ik het inderdaad toch maar even die 2 minuten ook gebruiken om toe te lichten hoe het CDA hierin staat? We moeten inderdaad die taken doen met fors minder geld, mevrouw Nieboer. Het CDA vindt het heel belangrijk dat de mens centraal staat. Dus een hele persoonlijke benadering en maatwerk. Op die manier willen we de decentralisaties vormgeven. Wij vinden het absoluut wenselijk, sterker nog, wij vinden het noodzakelijk dat in samenwerking met andere campergemeenten gaat. Je hebt een zeker volume nodig om te kunnen inkopen. Maar anderzijds willen wij het kleinschalig organiseren. Vooral ook om de mensen in de dorpen erbij te betrekken en het voorliggende veld en het samen redzaam zijn om dat ook gewoon maximaal aan te wenden. Wij willen het zeer efficiënt doen en wij vragen ons af. Ik dacht dat u tegen of dat u voor een herindeling zou zijn, dus ik wilde daarop ingaan, maar goed, ik ga nu toch even. Wij vragen ons af of inderdaad een herindeling nodig is om het efficiënt te doen. Als we het vergelijken met Eindhoven. Eindhoven is in verhouding tot Eersel meer geld kwijt aan zorg en ondersteuning. Eindhoven heeft in verhouding tot Eersel meer ambtenaren. Dus wij denken dat die efficiëntie niet zit in heel groot worden. Wat we nu ook naar de inhoud zien, dat Eindhoven ook de decentralisaties integraal en nabij gaat organiseren door de stad in stukken op te knippen. Dus in die zin hebben we eigenlijk al een ideale situatie, zou je kunnen zeggen. Zo denken wij dat het ook fijn en efficiënt te organiseren is. Dus wij zijn niet onmiddellijk voor herindelen. We zijn er ook zeker niet tegen. We denken dat het als we nu democratisch, in goede samenwerking, de decentralisaties en nog vele andere taken goed kunnen vormgeven, dat die vraag wat de beste oplossing is, hè, fuseren, een gemeenschappelijke regeling, wat het ook zijn mag, die komt dan vanzelf. Maar alle energie wat ons betreft nu richting het goed organiseren en implementeren van die nieuwe taken in samenwerking. Mevrouw Nieuwe, u mag erop reageren. Je hebt 3 minuten. Nou, ja, wat ik wel in uw programma lees, mevrouw Van Hamvoort, is dat u in principe vooralsnog zegt dat Eersel moet blijven. En daar staan wij waarschijnlijk wat genuanceerder in. Omdat wij op voorhand niet ons bij de grenzen van de gemeente Eersel willen vastleggen. We willen uiteindelijk naar een goede regeling. We willen uiteindelijk naar goede zorgvoorzieningen. En of dat wel of niet binnen de gemeente grenzen gaat vallen zoals die nu liggen, daar zijn wij niet vooralsnog voor of tegen. Wij willen zeker zijn dat de slagkracht van de gemeente zo optimaal mogelijk blijft om zorg te kunnen bieden aan mensen. En ik denk dat wij daar dan toch iets genuanceerder in staan dan ik in uw programma lees. Ik vind het fijn dat u het woord vooralsnog gebruikt, want dat is een heel belangrijk woord en daar hebben we ook met velen over gesproken. Dat woord staat er absoluut in. Ja. Dus ik heb u zojuist toegelicht dat wij het graag voor die burger heel goed willen organiseren. Dat nu geen energie en tijd moet gaan naar het vraagstuk herindelen, ambtelijke fusie. Dat we juist nu die decentralisaties in een vrij kort tijdsbestek heel efficiënt en dicht bij die burger en ook vooral van betekenis zijn voor die burger. Dus dat willen we gewoon voorop stellen. En daar gaan we zeker in samenwerking met andere campergemeentes. Want in die zin houden de grenzen bij Eersel niet op. Ik hoor u zeggen samenwerking met de burger, goede zorg. Wat voor ons ook nog heel erg belangrijk is, is dat democratische gehalte in die besluitvormingsprocessen. Waar houdt bij ons de zeggenschap op? Wat gebeurt er als er ergens anders in de samenwerkingsverband geld over de balk wordt gesmeten? Wat kan ik hier in Eersel dan nog aan doen? Wat kan ik er dan nog over zeggen? En dat vinden wij in al die samenwerking een hele essentiële voorwaarde om überhaupt ja of nee tegen een dergelijke samenwerking of fusie, of hoe u het ook wil noemen, om daar op die manier in te gaan. Dus dat is voor ons wel een heel essentieel element. Nou, ik ben blij dat u dat zegt. Daar zullen we elkaar onmiddellijk in kunnen vinden. Daar is de raad, denk ik, ook aan zet. Want er moet zeker nog een vorm gevonden worden hoe we dit gezamenlijk, maar wel met respect voor de democratie, kunnen vormgeven. Oké, dank u wel voor het debat. Meneer Kleinveld, wat ik terughoor in het debat is eigenlijk de vraag: kan je het nou democratisch regelen op het moment dat je samenwerkt met andere gemeenten? Dus een deel van je controle eigenlijk kwijtraakt. Denkt u dat het mogelijk is om het democratisch te regelen op die manier? Nou, wij zijn als raad zijn wij op bezoek geweest in de Drechtsteden.
En daar hebben wij het een en ander mogen aanschouwen hoe dat het daar geregeld kan worden. Mm-hmm. En dat is een vorm van democratische controle. Maar de stelling decentralisatie, hè, want feitelijk hebben we het over de WMO, de jeugd en de AWWZ. Hè, dus dat is zeg maar wat daarachter zit. Yeah. En dat is iets wat we als enkele gemeente denk ik niet kunnen. Dus we moeten een bepaalde vorm van samenwerking opzoeken daarin. Ik denk dat iedereen daarin wel zal zeggen. Dus samenwerking moet in ons oog iets opleveren. En inderdaad, democratische controle is essentieel. En je ziet ook dus dat in onze netwerksamenleving, waar we nu in zitten, is een moeilijk woord. Maar feitelijk is het, iedereen gaat met iedereen een samenwerkingsverband aan. En dat doen burgers ook. Mm-hmm. Vaak zie je dat burgers het vaak beter weten dan ambtenaren of de politiek. Even concreet nu, in welke vorm ziet de VVD zo'n samenwerking dan voor zich? Nou, dat kan uiteindelijk, als je de conclusie mag trekken, mm-hmm. dan moet het iets opleveren en democratische gehalte moet geborgd zijn. Dat kan zijn in een samenwerking, in een gemeenschappelijke regeling die mm-hmm. niet verder gaat in herindeling. Maar het moet gewoon iets opleveren en dat kan geld zijn, dat is een logisch verhaal, maar ook zeker kwaliteit. Okay, meneer Van der Boek. Ik ben overigens wel blij om te horen dat de heer Kruijveld zegt dat burgers het af en toe beter weten. Dat heb ik wel even opgeschreven. Ja. Meneer Van der Boek, hoe ziet het eruit voor de Partij van Arbeid GroenLinks? Kijk, ook voor ons is een eventuele herindeling geen doel op zich. Het kan een middel zijn. We moeten ook erkennen dat sommige problemen waar we mee te maken hebben, bijvoorbeeld ook de jeugdzorg, die zijn gewoon gemeente overstijgend. Daar kunnen wij eigenlijk als eerste zijnde niet alleen af. Dat kunnen wij niet zelf regelen. En wij hebben toch ook al een beetje moeite met de democratische legitimatie waar we nu mee te maken hebben. Wij vinden als raad, kijk, we kunnen een zienswijze opsturen, of een zienswijze indienen naar aanleiding van de begroting. Hè. We moeten beleid maken samen met andere raden. Dat hoeveel gaat raden, even voor mijn beeld, hoeveel raden? 4, 5. Dat is okay. Maar net aan hoe de samenwerking geregeld is. Maar wij merken gewoon als raad, je verliest invloed. En als wij invloed verliezen, verliest de burger die wij vertegenwoordigen ook invloed. Dus wij willen best eens nadenken van, zou het anders kunnen, zou het beter kunnen? En als wij moeten kijken en kiezen tussen een gemeente die heel erg vasthoudt aan zijn eigen grenzen, omwille van het vasthouden aan de eigen grenzen, of een gemeente die gewoon het voorzieningenniveau beter op peil kan houden, dan kiezen wij toch voor het laatste. Meneer Heeseman? Dank u wel. Ik denk dat dit toch best wel een voorbeeld is wat de toets van de kritiek kan doorstaan, deze samenwerking. Er komen ook goede resultaten. We worden als raad ook regelmatig bijgepraat, dan wel uitgenodigd om uiteenzettingen en informatie tot ons te nemen. En van die kant uit zien wij dat best wel als een pre-master, laat ik hem zo maar even noemen, om vervolgstappen te gaan zetten in andere ontwikkelingen. U zegt dat er nu gebeurt gaat goed en dat moeten we eigenlijk zo doorzetten? In feite wel, ja. Oké, okay, bent u het er mee eens, meneer Heijmans? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Maar goed ook. Nee, de samenwerking is noodzakelijk, laat ik dat voorop stellen. En we willen als kernbeleid in ieder geval samenwerking zoeken. En dat is ook nodig, want we kunnen niet alles alleen. Daar zijn we kwetsbaar voor. Onze organisatie is efficiënt, maar dat wil niet zeggen dat we er dus een heleboel van rond hebben lopen. Dus we zijn kwetsbaar. En om die kwetsbaarheid tegen te kunnen gaan, is samenwerking noodzakelijk. En dat geldt voor Eersel, maar dat geldt ook voor alle andere kernen, hoop ik, gemeentes. En dat de samenwerking de laatste tijd, zeg ik dan maar, niet zo geweldig loopt, heeft ermee te maken dat collega gemeenten waar we op dit moment mee samenwerken, een andere richting kiezen. En dat geeft niet, want ook die mensen die Die worden democratisch gekozen en moeten voor hun gemeente en hun belangen opkomen. Maar ik hoop toch dat deze verkiezingen zeg maar weer een nieuwe start zou kunnen zijn om die samenwerking weer vlot te trekken. En dat de mogelijkheden die er zijn om te komen tot een goede uitvoering van het beleid ook gestalte krijgen in gezamenlijkheid. Mevrouw Hansvoort? Ja, ik wilde er wel graag op reageren, want daar heeft meneer Wijnands absoluut gelijk in. Kijk, het model wat we nu, we zijn heel nauw met elkaar die decentralisaties aan het vormgeven. Maar er moet natuurlijk een model komen dat je dus kunt borgen dat die volksvertegenwoordiger ook dat besluit kan nemen. En ook achteraf kan controleren of het besluit het juiste effect heeft gehad. Maar meneer Heeseman zegt het gaat prima nu zo, maar u zegt het moet anders. Ik denk, nee, nou meneer Heeseman, ik ben blij dat meneer
Beesemans dat zegt, omdat we dus ook alles doen om het nu goed te laten verlopen. We proberen zoveel mogelijk de raden aan de voorkant erbij te betrekken. Mm-hmm. Maar de besluitvorming, u moet zich voorstellen, u kunt uiteindelijk nemen nog 5 raden een besluit. En op het moment dat we streven naar een eenduidig besluit, eenduidige kaderstelling en eenduidige inkoop in de Kempen, dan is het een beetje lastig als eerste of als vierde zou gaan besluiten, want dan is het moeilijk om nog af te wijken. Dus ergens moet die democratie nog op een andere manier vormgegeven worden. En daar heeft meneer Wijnands denk ik een punt, dat we in de nieuwe bestuursperiode daar met elkaar over aan de slag moeten. Meneer Wijnands? Nou, we zijn wat dat betreft het helemaal eens met mevrouw Van Hansvoort. Alleen, wij denken wel dat om juist dat aspect, zeg maar, gestalte te kunnen geven, dat er een nieuwe bestuurslaag nodig is om dat op een goede manier te kunnen invullen. En dat doet ook recht aan de opmerking van D66... voor wat betreft het democratisch gehalte van het geheel. Dat moet goed gewaarborgd zijn en dan kan samenwerking een hele goede oplossing zijn en hoeft er niet te worden heringedeeld. Ja, meneer Krijnveld, eventjes voor mijn beeld. Hè. Dan zijn er 5 gemeenten. 4 zeggen we gaan naar links, 1 zegt we gaan naar rechts. Maar we hebben een samenwerkingsverband. Wat gebeurt er dan nu? Nou, nu is het zo geregeld dat een besluit bij meerderheid wordt genomen. Dus de 5e gemeente moet gewoon mee met de rest? Nou, uiteindelijk is dat wel de bedoeling. Maar we zitten nu al een tijdje in een impasse. Want een aantal gemeentes willen links en een aantal gemeenten willen rechts. En het is min of meer tot stilstand gekomen in de verdere samenwerking. En dat is dat heeft gewoon te maken met het feit dat er een aantal dingen niet goed geregeld zijn. Dus onder andere democratische legitimiteit, zoals dat netjes heet. Mm-hmm. En hoe kunnen de raden in de juiste positie worden gebracht om dat te kunnen beslissen waar ze over mogen beslissen? Wat is het antwoord van de VVD erop? Nou, uiteindelijk moet dat gewoon goed geregeld worden. Het budgetrecht, want dat is toch wel iets technisch. Het financiële deel hoort gewoon in eerste instantie bij de raden thuis waar het thuis hoort. En die kunnen daar gewoon over beslissen. Maar men zal toch als raad een bepaalde zaken moeten overdragen. En dat op een volwassen manier moeten benaderen. En, overdragen aan wie dan? Aan een gemeenschappelijke regeling of aan een gemeenschappelijke raad, waarin we dan met z'n allen de besluiten nemen. Oké. Ja. Bovendien denk ik dat het ook heel erg belangrijk is om al die verschillende samenwerkingen die er op dit moment zijn, om daar eens een eenduidige beeld van te maken. Ik heb de afgelopen maanden als nieuwkomer geprobeerd om het inzicht wat te krijgen. Hoe ging dat? Nou, dat is tamelijk moeizaam. Want voor mijn gevoel zijn er te veel verschillende samenwerkingen. En de ene keer doet Reuzel wel mee en de andere keer doet Reuzel niet mee. En ik heb het in die zin, denk ik, dat het heel erg nodig is om daar goed naar te kijken. Dat we één duidelijke samenwerkingsstructuur gaan krijgen. Dus altijd samenwerken met dezelfde gemeente als het even kan? Dat lijkt mij wel handig, ja. Ja? Reacties? Ja? Ja, nou, ik even reageer nog op de heer Krijnveld. Ja, hij stelt voor dat we weer een nieuwe gemeenschappelijke regeling of regelingen op gaan tuigen. Maar dat lost natuurlijk geen probleem mee. Dat heb ik niet gezegd. Want de huidige gemeenschappelijke regeling die kan zeker gebruikt worden. En wij hebben over de onderwerpen waar wij gemeenschappelijk op samenwerken, daar is het meerderheidsbesluit van toepassing. Mm-hmm. Maar ieder nieuw onderwerp, dat is gewoon iedere keer een gevecht om daar. Men wil het autonome gedrag van de gemeenteraad is dermate groot dat men niet wil overdragen. Maar ik zou dit willen zeggen. De gemeente, de mensen in de gemeente zou zo egoïstisch moeten zijn dat ze willen samenwerken. Omdat als dat gebeurt, dan verwacht ik dus dat we een efficiëntere en betere, kwalitatief betere dienstverlening krijgen aan de bewoners. Meneer Wijnands, reactie? Nou, niet zozeer op meneer Krijnveld, maar wel richting mevrouw Nieboer. In de zin van dat er op dit moment zoveel verschillende vormen van samenwerking zijn. En dat heeft ook mee te maken dat de ontmanteling van de SRE, zeg ik dan maar, waar toch enigszins, weliswaar via verlengd lokaal bestuur, er toch enige invloed was vanuit de gemeente Eersel. Dat die, zeg maar, is ontmanteld in de zin van dat er nog op 3 thema's zaken worden gedaan en op alle andere delen we weer als gemeente moeten gaan zoeken met wie we die taken zullen gaan uitvoeren. Het is meer vanzelfsprekend geworden. Dus het wordt alleen maar meer die samenwerking in plaats van dat we alles in één structuur kunnen brengen. Nou, dan valt me één ding op. Ik wil even de vraag wat algemener maken. De decentralisatie komt er gewoon aan.
En er zijn een aantal die zeggen, ja, daar moeten we nog eens goed over na gaan denken. Welke termijn geeft u zichzelf hiervoor? Want volgens mij hebben we nog iets minder dan een jaar zelfs. Laten we dus beginnen. We gaan het rijtje af. Meneer Eerst al anders. Wanneer heeft u nou de besluit genomen? Wat gaat het worden? Of weet u dat al? Nou, ik denk dat de aanloop naar de sprong, dat we daarmee bezig zijn. De aanloop naar de sprong. Dat mag toch, hè? Ja, natuurlijk. Nee, en wanneer is de sprong? Ik denk dat die al gezet zijn in relatie tot de onderlinge contacten van de wethouders en de bestuurders. En de, zoals ik straks al zei, de terugkoppeling naar de raad. Ik bedoel, wij zijn worden goed geïnformeerd door de wethouder en houdt ons op de hoogte. Geeft ook aan waar de moeilijkheden zitten en waar knelpunten wellicht kunnen komen. Dus wat u zegt, wat mij betreft is de keuze al gemaakt. Zoals het nu is, moeten we doorzetten. Ik denk het wel, ja. Duidelijk, helder antwoord. We moeten doorpakken, ja. D66, wanneer gaat u die keuze maken? Want u geeft een palet van keuzes. Wanneer maakt D66 de keuze? Nou, als het goed is, zitten wij vanaf 19 maart in de raad. En dan kunnen wij vanaf dat moment een goed overzicht gaan krijgen tussen al die verschillende samenwerkingen. Op basis daarvan een goed gefundeerde keuze maken. Maar dat er haastig geboden is, dat ben ik absoluut met u eens. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe de definitieve besluitvorming in Den Haag zich ook verder gaat ontwikkelen. Maar we zullen heel snel heel veel duidelijkheid moeten geven. Ook aan onze inwoners. Mm-hmm. Dus u zegt het wordt een issue voor na de verkiezingen. Voor de verkiezingen bent u daar nog niet duidelijk over? Helaas heb ik voor de verkiezingen nog helemaal geen invloed in deze gemeente. Dus maar vanaf 19 maart zijn wij er. Nee, maar sorry, ik ga er gewoon even. Maar intern kunt u natuurlijk wel al een beslissing nemen. De vraag is, wat wil D66? Sorry, de laatste vraag? De vraag is... U zegt, nou, er is een palet aan keuzes, daar moeten we nog een keuze in maken, ja. Als partij. U zegt, dan moeten we eerst weer in de gemeenteraad zitten. Dus u geeft aan, D66 maakt die keuze na de verkiezingen. Nee, oh, dan heb ik u verkeerd begrepen. Dat maakt niet uit. Kijk, wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat in die verschillende samenwerkingen, die democratische impact van ons als raad en van ons als gemeente gewaarborgd is. Mm-hmm. En op het moment dat duidelijk is en dat wij daar als gemeenteraad van Eersel nog steeds onze stem kunnen laten gelden, dan kunnen wij op dat moment die keuzes maken. Duidelijk, dank u wel. Blijf even goed niks. Wanneer maakt u die keuze? Nou, het is in ieder geval wel interessant en daar willen wij best eens over nadenken. Ga je een nieuwe manier van... organiseren, ga je die optuigen nadat je een gemeenschappelijke regeling hebt of een veelvoud daarvan en die blijkt niet te werken en je moet iets gaan verzinnen, hoe gaan we dit oplossen? Mm-hmm. Achteraf. Of je gaat vooraf eens kijken, er komen verschillende zaken op ons af, decentralisatie zullen er alleen waarschijnlijk meer worden, of je gaat kijken hoe kunnen wij dat van tevoren beter aanpakken. Mm-hmm. En wat daar de beste optie in is, daar zijn wij nog niet helemaal over uit, maar wat ons betreft gaan we er eerst over nadenken en kijken in welke vorm we dat gaan gieten, zodat we die ontwikkelingen die op de gemeente afkomen in goede banen kunnen leiden. In plaats van nog maar even de boot afhouden, wachten totdat het misgaat of totdat er problemen ontstaan en dan nog een labmiddel gaan zetten. Maar u zegt dat vooruitdenken, dat moeten we dus doen. En doet u dat nou voor de... Is het voor de verkiezingen dat PvdA GroenLinks zegt... we gaan voor samenvoering van gemeenten... of we gaan juist die samenwerking houden? Of zegt u dat het gebeurt pas daarna? Nou, we hebben in ieder geval afgelopen raadsperiode... hebben wij er wel een paar keer gewoon de vraag in de raad gegooid... van, zou dit niet beter opgelost kunnen worden... in bijvoorbeeld een campengemeente? En dat is een vraag, daar hebben wij het antwoord nog niet op. En daar is toentertijd heel vaak terughoudend op gereageerd. Ik ben wat betreft dit onderwerp toch wel blij verrast... dat er ook wel wat progressieve geluiden zijn. Maar wij zeggen... pak dit gewoon aan de voorkant aan en ga er al eens proactief over nadenken. In plaats van dat je dadelijk vanuit Den Haag iets opgelegd krijgt, ga samenwerken. Maar ik wil jullie zeggen als Partij van de Arbeid GroenLinks, voor de verkiezingen zijn wij daar nog niet uit. Als partij. Als raad, dat geloof ik allemaal wel. Nou, ik hoor meerdere mensen zeggen, ja, we hebben een raad. Ja, maar kijk, nu is het nog een beetje... Als partij. Ja, het is nu nog koffiedik kijken, omdat wij tenminste in mijn ogen nog geen serieuze analyse voor hebben gemaakt. Van, wat levert zo'n campinggemeente ons op? Maar wij zeggen, als het als middel... werkt om een doel te bereiken, dan gaan we niet zeggen van Eersel moet per se Eersel blijven. Oké, meneer Krijveld, u voelt de vraag waarschijnlijk al aankomen. Wanneer heeft de VVD de keuze gemaakt? Wat u als partij gaat uitdragen of voor gaat strijden in de gemeenteraad? Nou, uiteindelijk doen wij het allemaal voor onze burger. Mm-hmm. En dat is ongeveer de kern. En als wij de kwaliteit, de dienstverlening niet kunnen leveren die de burger van ons verwacht... En dan zullen wij in stappen verder moeten gaan samenwerken. En als dat niet gaat, als dat de democratische legitimiteit niet geborgd is, zal uiteindelijk die stip op de horizon op termijn gewoon herindeling zijn. Ja, die stip komt steeds dichterbij. Dus de vraag is,
Wanneer voor u is voor u het moment aangebroken zegt van en dan moeten we de keuze maken? Dat kan ik nu niet zeggen. Okay. We werken nu met 4-5 gemeentes op een hele hoop gebieden samen, bijna 80-90%. En op een aantal zaken, bijvoorbeeld in het kader van de decentralisatie, werken we zelfs op met 21 gemeenten samen. Dus de vraag is dan, wanneer voegen we die 21 gemeenten samen? Maar dat is iets wat zo ver weg ligt, daar wil ik helemaal niet eens over denken. Okay. Maar het gaat om de kwaliteit en de dienstverlening richting de burger. Die moet goed zijn. Dank u wel. Ik ga eerst de linkje, dan kom ik daar bij u uit. Kernbeleid. Ja, dus de vraag is ook weer aan u. Ik vind het toch wel een beetje opmerkelijk dat de landelijke partijen hier aanwezig, gelet op de decentralisatie, er nog niet over nagedacht hebben hoe die gemeentes dat dan zouden moeten gaan oplossen. Ik ben blij dat we in ieder geval als eerste gestart zijn met het aanpakken van het probleem. En de problemen met betrekking tot de decentralisatie. Moet wel zo zijn dat de jeugd die op dit moment die zorg nodig heeft, dat straks ook van deze gemeente kan krijgen. Dat we geen problemen hebben, omdat we hebben zitten wachten op een herindeling die er echt niet komt. Nou, meneer Wijmans, dan ook aan u de vraag, heel terecht wat u nu zegt. Wanneer is kernbeleid eruit? Wanneer gaat kernbeleid de beslissing nemen intern? We gaan voor een herindeling, we gaan voor nauwe samenwerking. Nou, dan heeft hij in de eerste termijn niet goed geluisterd. Want wij willen juist met betrekking tot die samenwerking, zeg ik dan maar, dat willen we vorm gaan geven. En daar willen we ook op inzetten. Samenwerking. En herindeling is van bovenhand opgelegd en is niet een keuze vanuit kernbeleid. Dank u wel. Leidige bij het CDA, ook aan u dezelfde vraag. Nou ja, samenwerking hadden we u al gezegd, hè, dat we dat heel graag wilden. We hebben in de vorige periode geprobeerd om die samenwerking te formaliseren. Dat is inderdaad toch een lastig proces geweest. En daarom hebben we gezegd, alle energie moet nu, en dat is ook wel de opvatting van het CDA, alle energie moet nu naar het goed implementeren en voorbereiden van die decentralisaties. En op het moment dat we dat met 4 gemeenten heel goed doen, dan is daar een logisch moment om met elkaar in gesprek te gaan over hoe je die democratische legitimatie goed gaat organiseren. En wanneer is dat moment? Is dat voor de verkiezingen of na de verkiezingen? Nee. We hebben nog iets van 8 maanden om de grootste operatie na de oorlog nu als gemeente uit te voeren. Dus alle energie nogmaals naar die decentralisaties. En als dat goed loopt, dan komt er een heel logisch volgend moment. Dank u wel voor dit debat. We gaan door naar het laatste thema van de avond. En de buitengebieden zijn al een aantal keren genoemd, maar daar gaan we zo dieper op inzoomen. Want juist buiten de stedelijke kern kom je soms het spanningsveld tegen tussen agrarische bedrijvigheid aan de ene kant en woongenot en woningbouw aan de andere kant. Wie heeft er nou meer recht in het buitengebied of wie heeft de hoogste prioriteit in het buitengebied? Over dat onderwerp gaan 2 partijen weer het debat aan. De VVD gaat straks uitleggen waarom in het buitengebied agrarische bedrijvigheid niet in de weg mag worden gestaan door woningbouw. En dat gaat meneer Krijveld uitleggen. En daar tegenover komt meneer Van den Broek, Partij voor de Arbeid GroenLinks, die gaat uitleggen waarom dat beter niet het accent kan zijn. Ik vraag u allebei weer naar voren te komen. En meneer Krijveld, we beginnen het debat bij u. Dank u wel. Met betrekking tot de stelling is wel heel scherp geformuleerd. Hij is heel scherp geformuleerd. In ons verkiezingsprogramma is dat iets genuanceerder. En om te voorkomen dat ik het niet goed citeer, lees ik het even op. De niet-agrarische woonfunctie in het buitengebied mag geen belemmering vormen voor een duurzame agrarische bedrijfsvoering. En met name in dat laatste deel, de duurzame agrarische bedrijfsvoering, is hierin essentieel. Want uiteindelijk om een bedrijf wat in het buitengebied zou willen uitbreiden, zou niet moeten worden belemmerd door een burgerwoning. Dat kan alleen als in onze ogen als de Brabantse zorgvuldigheidsscore wordt toegepast. En wat houdt dat dan in? Want dat zullen luisteraars denk ik ook wel, of de kijkers ook wel weten. Dat is dat in ieder geval men goed scoort op gezondheid. Dat is wel een hele essentiële, denk ik. Dierenwelzijn en leefomgeving. En alles dat gestapeld op de wettelijke kaders. En op het moment dat dat het verhaal is, mag een boer uitbreiden. Maar ik wil eigenlijk de stelling breder trekken als het mag. Graag willen we het zien in leefbaarheid in relatie tot de kern. En ook met betrekking tot, als je kijkt over boerenbedrijf, hoe het is, zeg maar, hoe dat buitengebied qua toerisme en recreatie gebruikt kan worden. We willen niet door een gebied rijden wat stinkt en ziektekiemen veroorzaakt. Dat moet goed geregeld zijn. Dus om af te sluiten,
boeren mogen van ons, het gaat bij ons niet over schaalvergroting. En ik denk ook dat boeren helemaal niet willen investeren in schaalvergroting, maar ze willen voor innovatie en duurzaamheid gaan. En dus het buitengebied moet niet op slot, maar het moet als een uitdaging gezien worden. Oké, dank u wel, meneer Van den Broek. Ja, kijk, zoals de stelling eigenlijk ook aangeeft, hè, wordt wonen enerzijds en agrarische bedrijfsvoering anderzijds worden eigenlijk tegen elkaar opgezet. Wij merken gewoon dat de balans in het buitengebied weg is. We hebben afgelopen periode verschillende mensen ook bij ons over de vloer gehad. Bijvoorbeeld de groep Vesemnaren. En die geven gewoon duidelijk aan dat voor een groot deel, in ieder geval een groot deel van de bevolking, dat de maatschappelijke acceptatie van die intensieve veehouderij bijvoorbeeld een dieptepunt heeft bereikt. Hè. Gisteren opnieuw zie je ook nog een mooie documentaire erover. Er komt niet alleen door stankoverlast, slechte landschappelijke inpassing, dierenwelzijn, hè, maar ook gewoon risico's voor de volksgezondheid die er toch gewoon zijn. Hè. Monte Clausus, Q-koorts, varkenspest. Dus wat ons betreft moeten we zoeken naar een nieuw evenwicht. En in dat nieuwe evenwicht is zeker wel plaats voor agrarische bedrijfsvoering. Maar in ieder geval voor de Partij van de Arbeid GroenLinks is het wel belangrijk dat we eens gaan kijken wat voor agrarische bedrijfsvoering willen wij daar. Hè. Dat zou veel meer moeten verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit. Kwaliteit van landschappelijke inpassing, kwaliteit van dierenwelzijn, leefbaarheid van de dorpen. En wat dat betreft zou daar agrarische bedrijfsvoering prima in kunnen passen. Maar voor ons moet het buitengebied toch wat groener zijn, gezonder, hè, milieuvriendelijker, mensvriendelijker. En er moet ook meer ruimte zijn, zoals de heer Krijveld zelf ook al aangaf, om nieuwe initiatieven te ontplooien. Denk aan toerisme, recreatie, maar bijvoorbeeld ook zorg. En wanneer je het buitengebied gaat een nieuwe vorm gaat geven, moeten al die verschillende aspecten daarin betrokken worden. Dus niet dat je aan de ene kant krijgt de agrarische bedrijfsvoering ten opzichte van het wonen, want dat levert gewoon heel erg spanning op. En de vraag is, als we op die manier doorgaan, wordt onze gemeente daar leefbaarder door? Worden mensen daar vrolijker van? Ik denk het niet. En het is voor het erg dat de camper wordt in één adem genoemd met de peel, hè, wanneer het gaat om urgentiegebieden en overlast, dierenaantallen. De vraag is of we dat willen. En we hebben als raad en met de inwoners van Eersel ook een toekomstvisie vastgesteld, waarin we eigenlijk zeggen, het platteland moet schoon zijn, moet vitaal zijn, moet leefbaar zijn. En zo willen wij mensen naar de gemeente trekken. Dus dat is in ieder geval een belangrijk deel om onze woningmarkt ook weer aan te trekken. Ja. 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 En voor dat 3 minuten debat? Nou, in ieder geval het betoog wat de heer Van den Broek heeft gehouden, dat spreekt mij best wel aan. Dus in die zin staan wij niet zo tegenover elkaar zoals we nu hier in deze arena zijn opgesteld. Maar wat wel even van belang is, is dus uiteindelijk hebben we wel met ondernemers te maken. En die ondernemers die moeten verleid worden om te investeren en ook daadwerkelijk die omslag te gaan maken. En dat kun je, en ik ben eerlijk gezegd nieuwsgierig, want met hele mooie verhalen komen we niet. Hoe gaat u die ondernemers, gaat u die op een linkse manier zeg maar overtuigen dat ze iets anders moeten gaan doen? Of gaat u samenwerken en zorgt u ervoor dat u een goed investeringsklimaat krijgt, zodat ze het ook daadwerkelijk gaan doen? Nou, kijk, dat tweede klinkt al goed, maar aan de andere kant aan de andere kant moeten we ook erkennen, zoals we gisteren ook op tv hebben kunnen zien, hè, we moeten ook erkennen dat voor veel agrarische ondernemers zelf dit een beetje een doodlopende weg begint te worden. Als je kijkt gewoon naar de export, wat wij exporteren aan vlees, is 75% van wat wij produceren in Nederland wordt geëxporteerd naar andere landen gebracht. En de vraag is dan, kun je als Nederland blijven concurreren met Polen, Brazilië, de Verenigde Staten? Ik denk dat het antwoord op in zo'n dichtbevolkt land, de veedichtheid is het hoogste ter wereld. We hebben ook een land met een van de hoogste bevolkingsdichtheden ter wereld. De vraag is, kun je dat daar houden? Is dat levensvatbaar? Nee. En dan zeggen wij, dan moet je in ieder geval doen. In ieder geval kan het omdraaien, zetten wij de deur niet wagenwijd open voor nieuwe schaalvergroting en dergelijke. En wanneer een agrarische ondernemer op een andere manier wil gaan ondernemen, dan faciliteren wij dat. Bijvoorbeeld, het kan ook gewoon uit de ondernemer zelf komen. Politiek hoeft niet altijd op te leggen. Bijvoorbeeld wat Venco Metke heeft gedaan met de rondeel eieren, de rondeel bedrijven, dat vinden wij hartstikke goed. En zo'n dingen moeten wij stimuleren, faciliteren waar we kunnen. Maar we moeten ook waken dat de camper in ieder geval niet een nieuwe peel wordt met de deur wagenwijd open. Maar als we terugkijken naar de stelling, bent u in ieder geval wel meteen dat het buitengebied niet op slot moet? Wat bedoelt daarmee? Op slot voor wat? Voor uitbreiding van boerenbedrijven. Want wij zijn te alle tijden nog een plattelandsgemeente.
En wij mogen best wel trots zijn op datgene wat in het buitengebied ook geproduceerd wordt. Het is ook werk. En uiteindelijk moeten we die ondernemers verleiden door een stukje innovatie en een stukje duurzaamheid. En daar moeten we ze wel de vrijheid in geven. Maar ik heb nog steeds geen antwoord gekregen van hoe dat u nu gaat doen. U geeft aan van, goh, ik ga het is niet verstandig om zoveel vlees te exporteren. Ik denk dat we daar een goede belegde boterham aan verdienen, overigens. En dus ik wil toch nog wel eens weten van, hoe gaat u nou die boer, zonder dat u ze zeg maar dwingmatig iets gaat opleggen, verleiden tot het doen van de juiste investeringen? Nou, zoals ik al zeg, als het goed is, gaat dat vanuit die ondernemer zelf ook wel komen. En dan kun je twee dingen kiezen. Je kunt aan de ene kant de nieuwe agrarische bedrijvigheid stimuleren. Ga ook eens iets met zorg doen op je boerderij bijvoorbeeld. Hè, of kijk eens wat voor andere nevenfunctie daar nog kunt realiseren. Aan de andere kant zeggen wij, de schaalvergroting zoals die de afgelopen decennia plaats heeft gevonden, meer, groter, veel. Dat gaan wij in ieder geval, daar gaat de deur wel op slot. Als dat zonder verdere maatregelen gebeurt, dan zeggen wij daar nee tegen. En hier gaan we het debat centraler op trekken. Dank u wel voor dit debat. Mevrouw van der Hamsoort, want ik wil daar meteen wel eventjes op ingaan verder. Is volgens u de grens bereikt wat betreft agrarische bedrijfsvoering? Kan het nog groter of is dit het gewoon? Nou, het allerbelangrijkste is voor het CDA dat er balans is. En dat benoemde de heer Van den Broek ook al. En balans tussen landbouw en natuur. En ook balans tussen de boeren en de burgers die in het buitengebied zijn. Ja, dan ga ik het concreter maken. Is die balans nu bereikt? Of kan die balans nog meer agrarische bedrijvigheid aan? In zijn algemeenheid kan ik daar geen antwoord op geven. Ik denk dat juist als balans belangrijk is, dan moet je dus in een gebied gaan kijken of dat te realiseren is. Of dat gebied gewoon dat niet meer verdraagt. Mm-hmm. En die zorgvuldigheidsscore waar de VVD over spreekt, die is ook genoemd in het CDA-programma. Dus die landbouw, die zal absoluut, die verduurzaming, die zal ingegaan zijn. Die zullen ze moeten voortzetten. Ja, meneer Wijnands. Ja. Ik ben een beetje verrast, want we hebben bestemmingsplan buitengebied vastgesteld waarin een log is opgenomen, een landbouwontwikkelingsgebied voor de niet-kenners, dat daar nog ontwikkeling op het gebied van landbouw mogelijk is en dus grootschalige nieuwe bedrijven gevestigd kunnen worden. En dan denk ik van ja, dat strookt helemaal niet met de opvattingen zoals ze tenminste vandaag geuit zijn door Partij van de Arbeid en VVD. En ik denk dus ook dat daar dan ook iets aan moet gebeuren. Nou, ik ben het daar niet mee eens, meneer Wijnands. Want uiteindelijk, in de kader van de zorgvuldigheidsscore, kan een bedrijf uiteindelijk, als hij gewoon wettelijke kaders voldoet, duurzame dierenwelzijn en de omgeving, gewoon goed scoort, dan mag hij daar investeren. En dat kan op een innovatieve en duurzame manier gebeuren. En het aantal dieren is bij ons niet per definitie fout. Maar dat kan dus ook ingevuld worden door bedrijven die op dit moment niet gevestigd zijn binnen de gemeente Eersel. En dan zeg ik van, dan heeft meneer Van den Broek gelijk. Want dan krijgen we dus nog meer van dat soort bedrijven in onze gemeente. En wordt altijd wel heel gemakkelijk omgesprongen, zeg ik dan maar, met agrarische bedrijven. Want we hebben het bestemmingsplan, zeg ik dan maar, in Vestum, wat we besproken hebben. We hebben Vencomaticus genoemd, waar milieucirkels heel erg makkelijk aan de kant geschoven worden. We moeten de bedrijven die er zitten, die moeten we respecteren. Daarvoor hebben we milieucirkels. En die bedrijven voldoen daarmee aan de eisen die wij ze hebben opgelegd. En op het moment dat wij iets anders willen, dan moeten wij die grenzen respecteren. En dat doen we niet altijd. Van niet meer. Ja, als ik de partij zo hoor, dan denk ik dat het tijd wordt dat we ook gemeenschappelijk als gemeente Eersel met een duidelijke visie komen op dat buitengebied. Wat willen we er nou mee? Wat is de visie van D66? En wij willen in die zin, vind ik de term die mevrouw Van Hamsvoort gebruikt over de balans. Dus de balans tussen recreëren, tussen wonen, werken. En er wordt hier ook steeds gezegd over innovatie en duurzaamheid voor boerenbedrijven. Maar ik wil ook graag die innovatie en die duurzaamheid op het wonen in het buitengebied, op het werken in het buitengebied. Hoe kun je op een innovatieve manier nadenken over woonvormen in het buitengebied? We hebben het begin van het debat al gehad over mogelijkheden om meer woningen te hebben. Welke mogelijkheden zijn er in het buitengebied? En als je het dan hebt, als ik de VVD wil praten over innovatie en duurzaamheid.
We hebben een hele discussie gehad over glasvezel. Voordat u dat nu heel breed trekt. Ik eigenlijk net even van plan. Ja, dat gaan we nog niet doen. U zegt, ik ben voor balans. Dan denk ik dat niemand hier zegt, ik ben voor disbalans. Ik ben niet voor balans. Vraag natuurlijk, hoe vul je dat in? Ja, maar dat kan consequenties hebben. Maar die balans die zal in de verschillende gebieden verschillend zijn. Dus soms kan je een goede en soms niet. Ja, en ik denk dat als ik de partijen zo hoor, dat het belangrijk is dat we dat goed in kaart brengen. En dat we daar een duidelijke visie op wat wij met dat buitengebied willen. Om ons als gemeente in de buurt van Breenpoort ook goed op de kaart te kunnen zetten. Nou, kijk, ik ben blij met het signaal. Want er zijn op dit moment plannen. Zeg ik dan maar om een dorp aan de beek te realiseren. En dat houdt in een totaal nieuwe kern in het landbouwgebied, in het buitengebied. En dan zeg ik van dat strookt helemaal niet met datgene wat hier vandaag door partijen is uitgesproken. Ze zeggen nu balans, maar eigenlijk gebeuren er dingen die ik niet als balans kan beschouwen. Nee, dat is geen balans. Breid uit bij de kern en ga niet een nieuwe kern realiseren ergens in het buitengebied. Nou, dat is eigenlijk precies waar ik toch op in wil haken, misschien dan van een andere kant uit. Ik zou van de partij wel eens willen weten, vinden jullie dat er nu balans is in het buitengebied? Ja, wat ons betreft zeker niet. Als je ziet dat de Kempen de op 1 na veedichtste gemeente in Nederland is, en wij spreken uit, we willen een mooi, vitaal, schoon, groen platteland, buitengebied, allemaal leuk en aardig, moet je wel stappen gaan zetten. Okay. Je kunt hier wel blijven roepen en zeggen, we zijn in balans, dan moet je eens van duizenden vers fietsen. Nee, inderdaad, ik heb niet gezegd dat we in balans zijn, ik heb gezegd dat we de komende 4 jaar die balans bijzonder belangrijk vinden. En daar staan we niet alleen in, want als je nu kijkt de afgelopen 3, 4, 5, 6, 7 maanden, wat er in het nieuws geweest is, om toch die balans te verbeteren. En men onderkent dat er in een aantal gebieden een verstoorde balans is. Maar u geeft dus aan, op sommige gebieden is er te veel agrarische bedrijvigheid op dit moment. Want die balans is er dus niet. Er is in elk geval een balans verstoord. Dus of de buren accepteren het niet meer, of degene die fietsen accepteren het niet meer. Dus de balans is in een aantal gebieden verstoord geweest. En daarom is juist ook die zorgvuldigheidsscore tot stand gekomen. En het is een proces geweest wat de afgelopen jaren zeer intensief doorlopen. Meneer Heesemans, hoe kijkt u daar tegenaan als eerste al anders? Nou, wij denken dat de eerste planologisch goed moet kijken hoe dat de bezetting of de overbezetting is. Van de andere kant zitten de ondernemers al in het buitengebied. Die kunnen we ook zo niet meer in één keer op slot doen. Want ondernemen betekent toch voor een stukje uitbreiding of innoveren, veranderen, aanpassen, modernere technieken gebruiken. En in hoeverre dat in strijd is met de ecologie, daar is dan de vraag, dat moet dan onderzocht worden. En dan denk ik van die kant uit dat er wat strengere eisen gesteld moeten worden om aan uitbreidingen toe te komen. Maar aan de voorkant echt planologische invulling geven waar het nog eventueel wel kan en waar het niet kan. Maar de insteek van Eersel Anders is op dit moment dus, er is meer dan genoeg balans, er kan zelfs gegroeid worden op de juiste plaatsen. Nou, als er innovatief gewerkt wordt en de milieu vindt daar geen nadeel van, geen hinder van, waarom zou het dan niet mogen? VVD. Nou, laten we in ieder geval aangeven dat als we over balans hebben, even terug te keren, dat we nu al bedrijven hebben die zich ook niet houden aan de regels. Oh. En heel simpel, er worden netjes luchtwassers op een stal gezet, maar niet iedere boer zet zijn luchtwasser aan. En op dat u daaraan als gemeenteraad? Of als nou, dat zou in ieder geval wel fijn zijn als dat in ieder geval wordt gehandhaafd. Ja. En dat de branche zelf daarin ook transparant naar buiten is. Om bijvoorbeeld, misschien komen we op het onderwerp nog een keer aan bod. Glasvezel, dat ze dat gewoon transparant via internet gewoon op het net zetten. Of ze wel of niet een luchtwasser aan hebben. En hoe dat zeg maar de wind is. En dat men daar dus... En dat men op een verantwoorde manier bezig is. En dan kan men uitbreiding verdienen als het kan. Dus wat u zegt, op papier zijn we misschien wel, hè, hebben we de juiste verhoudingen gevonden, maar in de praktijk scheelt het daar nog wel eens aan. Okay. U zegt het. Ik probeer het te vertalen uit uw woorden. Ja. Okay. Reactie van D66. Of alleen over glasvezel? Ja, mag dat? ik vind het. Ik wil nog wel even de vraag wat concreter stellen nog steeds. Want ik vind het opvallend dat u zegt van ja, we moeten onderzoek doen. Hè, we moeten beter gaan kijken. Maar iedereen is altijd voor meer onderzoek en beter kijken. Nou, maar ik denk dat er een duidelijke visie moet komen. Ja, wat is nou de visie van D66? Nou, want ik ben voor een duidelijke visie. Wat is uw visie? Onze visie is dat er
ook veel meer aandacht moet worden besteed aan het feit dat je recreatie, dat er gewoond moet worden en dat er ook gewerkt moet worden in het buitengebied. En waar ligt dat nou uw prioriteit? Daar mis ik nu nog wel die discussie. Mm-hmm. Dat de combinatie van al die dingen, die vind ik te weinig terug. Dus het gaat of over natuur of over boerenbedrijven. Mm-hmm. Maar ik wil daar ook veel meer aandacht besteden aan mensen die daar wonen, mensen die daar projecten hebben, mensen die daar bijvoorbeeld wooncoöperaties misschien voor zorg. Dus ik wil het palet uitbreiden. Het gaat hier vooral over boeren of natuur. En als je dan kijkt naar die combinatie, als je naar de combinatie kijkt, zegt hij van nou, daar zijn alle partijen met even goed in bezig. Of zegt hij, sommigen zijn in het nauw. Of sommigen hebben. Ik denk dat er veel meer nadruk kan worden gelegd aan de componenten die ik zo net ook al genoemd heb. Dus als het gaat over wonen, als het gaat over innovatief kijken naar werkzaamheden die daar verricht kunnen worden. Mm-hmm. Maar dat je het wat breder moet trekken. Oké. Kent u het bestemmingsplan buitengebied? Kent u het bestemmingsplan? Ik probeer me daarin te verdiepen en ik ben al een heel eind. Maar okay. Ik heb nog een hoop te groeien. In ieder geval wat voor onze partij ook belangrijk is. Kijk, die visie die ligt er eigenlijk al voor een deel. We hebben met elkaar afgesproken, niet alleen de raad. Op één partij na. En de inwoners van Eersel tot de middelbare schoolleerlingen toe. Wij hebben afgesproken, hè, hoe willen wij dat Eersel eruit ziet in 2030... We hebben gekozen voor een herontwerp, hè, dat is een redelijk krachtig woord, van het buitengebied. We willen een schoon, mooi, vitaal buitengebied. Hè. Er wordt ook wel gezegd de groene contramal van Eindhoven. Hè. Wij willen dat kenniswerkers lekker in het groene Eersel gaan wonen. Wat ik nu hoor is toch eigenlijk heel erg conservatieve ideeën. Ik hoop dat in de nieuwe periode we toch iets grotere stappen durven te zetten dan alleen maar houden zoals het is en misschien de norm enigszins aanscherpen. Meneer Wijnand. Ja, ik begin te lachen omdat toekomstvisie gebezigd wordt. En deze partijen, behalve D66 en Kernluid uiteraard, hebben zich niet geconformeerd aan die toekomstvisie. Waarom niet? En waarom niet? Omdat we als partij een eigen visie hebben. En dat is ook wat de heer Van den Broek nu constateert bij de andere fracties. Van ja, jullie hebben een veel conservatievere mening dan wat wij hebben afgesproken in de toekomstvisie. Als dat de reden is, dan hoeft u niet te gaan stemmen, want dan is alles al bepaald. Maar gelukkig is er één partij die daar nog wel van af wil. Maar even concreet dan, want op wat voor manier ziet u het dan? Die toekomstvisie was heel groen en zo, maar wat hoor ik in ieder geval in het korte verhaal? Nou, wat vindt u dan dat er anders moet dan wat er in die visie staat? Nou, heel veel. Noem eens iets. Wij hebben daarvoor een heel verkiezingsprogramma voor opgesteld. Met 14 bladzijden met punten. Nee, dat geloof ik. Waarop wij ons willen onderscheiden ten opzichte van die toekomstvisie. Ik vind dat als u volksvertegenwoordiger bent, meneer Wijnands. En er wordt een toekomstvisie opgesteld. Waarin alle partijen, alle maatschappelijke organen, alle inwoners op de lange termijn gevraagd wordt om een stip op de horizon te zetten. Wat is voor Eersel en voor de dorpen van binnen de gemeente Eersel belangrijk? Dan vind ik het toch bijzonder dat u als volksvertegenwoordiging u daarvan distancieert. Nou, u wordt nota bene. We zijn, hoe lang is het geleden dat de toekomstvisie is vastgesteld? Een half jaar. En u wordt nu al door degene die ook de toekomstvisie heeft vastgesteld gewezen op het feit dat u anders reageert als datgene wat in de toekomstvisie staat. En ik heb u daarvoor gewaarschuwd. We hebben alles in de toekomstvisie gemaakt in 2000 en nog wat. Die is in de la terechtgekomen. Er is nooit naar omgekeken. En dat zal ook met deze toekomstvisie gebeuren. Want er zijn na 19 maart zijn er partijen die gaan onderhandelen met elkaar. En er worden andere afspraken gemaakt als datgene wat er is afgesproken in de toekomstvisie. En dat is gewoon. Natuurlijk komt er een verkiezing en natuurlijk komen er weer mogelijk andere accenten. Maar we hebben natuurlijk wel die toekomstvisie gemaakt en we hebben commitment gevraagd aan heel veel partijen. En we hebben ook juist met de partijen die hieraan hebben meegewerkt gezegd: het mag niet zo zijn dat wij met elkaar een compleet proces doorlopen. Dat niet een document is wat leidend in elk geval gebruikt. Want leidend heb ik begrepen, dat is toch een beetje een dwingend woord, heb ik laatst begrepen. Maar in elk geval wat inspirerend is voor de toekomst. En ik vind dat we dat dan als partijen verplicht zijn om in elk geval op die manier met de toekomstvisie om te gaan. Ja, voor ons is in ieder geval die toekomstvisie, dat is ook een fundament voor ons. En wij willen ook niet dat het onder in een la komt te liggen. Juist daarom zeg ik nu, lees wel even goed wat erin staat. En als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus wij willen gaan werken om die toekomstvisie te realiseren. Ook niet dat wij onze ideologie en standpunten loslaten. Maar dan verwachten wij ook, hè,
dat er als raad breed uitvoering aan gegeven wordt. Dat wil niet zeggen dat je het overal mee eens bent, maar om nou te zeggen dat tast onze autonomie te veel aan, de rest van Eersel ziet maar, vind ik ook een beetje minachting voor het proces en voor de burgers. Dat is een goed recht hoor, daar niet van. André, ergens anders? Nou, ik denk dat dat wel even strak door de bocht is. En zo nu, dan moet je dat ook echt goed doen. Hè? Strak door de bocht zet mensen tot nadenken. Maar aan de andere kant zet het natuurlijk ook een hele hoop in beweging. Ik bedoel, we hebben een buitengebied. Dat is goed ingericht. De afmetingen zijn allemaal bekend. De bedrijven zijn allemaal bekend. De groene zones zijn allemaal bekend. De ecologische bindingszones enzovoort. Er staat dus een hele hoop in. En als we het overhoop willen gooien... Want dat proef je ze nu en dan een beetje. Dan denk ik van nou, als we dat willen gaan doen, dan moeten we aan de voorkant een goed plan maken. Degene die het betreft om de tafel wil krijgen, het een en het ander doorspreken, de plussen en de minnen tegen elkaar wegstrepen. En dan komen we tot iets. Maar, we zijn de laatste minuut aan het ingaan. Meneer VVD. Uiteindelijk, sterker nog. Wij zijn zelfs een hele grote voorstander geweest van de toekomstvisie. En wij onderschrijven die ook volledig. In die zin kunnen we elkaar een hand geven. Maar de stelling ging over iets anders. Het ging namelijk over of we het buitengebied wel of niet op slot zouden moeten zetten, zo maar even zeggen. Wat zegt de toekomstvisie erover? Nou, in ieder geval wat de heer Van den Broek heeft aangegeven, dat heeft hij zeer goed verwoord. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, om dus wel dat buitengebied vorm op een verzoenlijke manier te geven met die ondernemers erin, zul je dus eisen moeten stellen aan die ondernemers. En dat hebben wij proberen te voeren middels de zorgvuldigheidsscore. En op die manier kunnen wij een gezond en mooi buitengebied krijgen. Met die woorden sluiten we dit debat af. Dank u wel allemaal voor dit debat. We gaan de laatste fase in. Dat betekent dat ik heb een tweetal vragen vanuit het publiek. Eentje is opgestuurd vooraf, dus ik ga even controleren of die meneer straks aanwezig is. Maar ik wil graag beginnen met Erik Beer. Die is aanwezig. Sorry, Beets. Oh, mijn excuses, dat de taal. Nou, u had een vraag. Kunt u die stellen? Nu is mijn vraag... Zou zo'n erfpachtconstructie hebben bijgedragen dat die mensen toch een hypotheek hebben kunnen krijgen? Want het merendeel heeft moeten afhaken, mede of met name, omdat ze geen hypotheek hadden kunnen krijgen. Ja, dus, ik zal de vraag even herhalen inderdaad. Het gaat om het volgende, er zijn 30 woningen, tenminste was de potentie voor het bouwen van 30 huizen. Uiteindelijk zijn er 10 gekomen. Nee? Oké, sorry, er waren 10 woningen waarvoor 30 inschrijvers. En uiteindelijk zijn er een groot deel van die mensen afgevallen omdat ze geen financiering rond konden krijgen. En dat is de vraag, zou een erfpachtconstructie daar soelaas voor hebben kunnen bieden? D66. Als ik de kranten erop nasla en als ik kijk wat mensen op dit moment van zeggen, is het zo dat banken heel erg huiverig zijn om in erfpachtconstructie hypotheken te verlenen. Dus ik denk niet dat dit de weg is waarop we deze mensen een woning kunnen bieden. En dat je veel meer moet zoeken in die collectieve aanpakken om te kijken of je samen als groep de schouders eronder kunt zetten en alternatieve middelen kunt vinden om uiteindelijk die woningen om uiteindelijk tot die woningen te bemachtigen. Helder. Andere reacties nog? Want anders gaan we door namelijk naar de volgende vraag. En die is gekomen, even kijken. Ja, die is gekomen vanuit Paul Huibers. Is die aanwezig? Nou, die is niet aanwezig, maar hij heeft de vraag gesteld namens de tennisvereniging. Dat klopt. Ja, en ik ben ook van de tennisvereniging. We hebben als u op moet staan, ja. Ja. De vraag betreft de algemene plaatselijke verordening voor de schenktijden. Die ook betrekking heeft onder andere op sportverenigingen. Daar is heel veel over gezegd de laatste weken. Mm-hmm. Ik wil nog even graag de vraag aan iedereen stellen. Heel concreet. Wij als sportvereniging, tot hoe laat mogen wij alcohol schenken door de week heen? Omdat dat voor ons als sociale functie die wij hebben als tennisvereniging erg belangrijk is. Er is aangegeven door verschillende partijen dat het besluit dat is genomen wellicht heroverwogen zou kunnen worden. Ik wil graag weten wat nu het laatste standpunt is van alle partijen. En voor de helderheid, er was dus voor het besluit dat genomen is, had u meer tijd om te schenken. Dat is nu beperkt. Tot hoe laat? Dat hangt van de dag af, door de week 11 uur, in het weekend 9 uur. En dat geeft voor de tennisvereniging in ieder geval echt grote problemen om nogmaals onze sociale functie in de gemeenschap te kunnen waarmaken. Helder, wie wil er als eerste op reageren? Ik wil er ook op reageren. Ja, we gaan allemaal reageren die wilt hoor. Ja, begint u maar. Ja, mag ik inderdaad beginnen? Nou, ik heb begrepen dat het CDA voornemens is om dit te wijzigen, meneer. Dus het CDA
er was een voorstel, dus het college heeft de participatie doorlopen, heeft inderdaad de paracommerciële partijen gevraagd om mee te denken en de commerciële horeca gevraagd om mee te denken. Het college heeft een voorstel aan de raad gedaan en door een amendement is het voorstel gewijzigd. En ik heb begrepen dat het CDA voornemens is om nu een nieuw voorstel in te dienen, om opnieuw meerderheid te zoeken in de raad om het te wijzigen. Voor de helderheid, CDA heeft in instantie ingestemd met dit voorstel om het te beperken? Nee. Okay. CDA wilde het niet beperken. Duidelijk. Oké, andere reacties. Ja. Ik ga naar het VVD, ja? En dan gaan we ik zou daar graag op willen reageren. In de APV is in december een voorstel gepresenteerd door het college waar ik ook onderdeel van ben. Plaatselijke verordening. De plaatselijke verordening. Daarin zijn vaste schenktijden gemaakt, onder andere tot 11 uur. En er is een derde lid was er om de uitzondering. Dus na de laatste activiteit mocht er qua uitzondering nog tot 2 uur na die activiteit geschonken worden. Alleen daar is een hele discussie over geweest. En uiteindelijk is er besloten om de 11 uur door de raad te presenteren. En daarin is ook heel helder aangezegd, goh, wij willen met de partijen die dat gedaan hebben, die hebben gezegd, onder andere de VVD, die zeiden van we willen met die mensen een gesprek aan. En er zijn verschillende gesprekken geweest met de tennisverenigingen en de voetbal. Wat is er uitgekomen voor de VVD? Uiteindelijk zijn wij in ieder geval tot de conclusie gekomen om wel in het kader van de gezondheid, want dat is toch wel een essentieel, de handhaafbaarheid en de concurrentie met de horeca, is het besloten, althans willen wij voorstellen, om in ieder geval voor de tennisverenigingen dat tot 12 uur, 7 dagen per week te schenken. Mm-hmm. En voor de voetbalverenigingen 2 specifieke clubavonden aan te wijzen waar zij dus dan ook wat later kunnen schenken. Dus het verschilt per vereniging in het voorstel van de vereniging. Ja, dat was namelijk ook het verhaal. Er moet maatwerk komen. We moeten zich wel realiseren dat de gezondheid, dat wordt iedere keer onderschat, maar 60, 70 en zelfs bij de jeugd 80% drinkt gewoon te veel. En dat is dus best wel essentieel om even te melden. En wij als gemeente Eersel en als politiek hebben gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar iets te doen. Absoluut. Ja, ik ga eerst even doen naar Eersel, anders voor hun kant op reactie. Ja. Dankjewel. Het voorstel wat tot stand is gekomen is in, zoals we in de stukken hebben kunnen lezen, is in heel goed overleg gegaan met een diversiteit aan verenigingen. Mm-hmm. Een hele hoop vertegenwoordigers van, we kennen alle sporten, noem ze maar even bij elkaar. Die hebben allemaal bij elkaar gezeten met de gemeente. En ik denk, de knelpunten die zijn opgelost. En ik denk, als twee partijen uit zo'n overleg kunnen komen en een win-win situatie hebben gecreëerd voor elkaar, dan vind ik niet dat wij als gemeenteraad ons daarover moeten buigen. De leefbaarheid komt het ten goede. En ik denk dat wij dan op die manier toch de verenigingen het voordeel moeten geven. De werkwijze die ze ingezet hebben, de organisatiestructuren eromheen enzovoort. Maar even voor de helderheid, u wilt het dus houden zoals het nu is? Ja, precies. Duidelijk. Andere kant, D66. Ja, ik... Nee, niet houden zoals de vorige keer. Nou, u zegt het. Dus u wilt... Maar de vraag was heel helder, hè? Als het aan uw partij ligt, tot wanneer zijn de openingstijden dan? Dus los van de organisatiestructuur, tot wanneer zijn de openingstijden dan volgens Eersel anders? Zoals er overeengekomen is tussen de vereniging en de gemeente. En dat is? Nou, bij de ene is het wat langer en bij de andere is het wat korter, maar precies weet ik dat niet. Oké, maar, maar u verandert de verordening dus. Dames en heren? Ja. Oké, helder. Het aangenomen amendement, daar zijn wij niet voor. Duidelijk. Ja, ik wil het eigenlijk even niet hebben over die schenktijden, maar meer over het proces. Nou, sorry, maar dat geloof ik. Ja. Maar we doen het nu aan de hand van vragen. Ja. En de vraag is... Maar het gaat mij om het proces. Ja, dat zal, maar het ging de vragen stellen om de eindtijd. Die schenktijden zijn tot stand gekomen in een mistig proces, mm-hmm. terwijl er een prachtig overlegstructuur aan vooraf ging. De gemeente deed het fantastisch. Die heeft een half jaar lang met allerlei partijen zijn ze tot overeenstemming gekomen. Er lag een prachtig voorstel waar alle verenigingen het mee eens waren. Mm-hmm. Die hebben een zegje kunnen doen. Ja. Die hebben hun instemming daaraan gedaan. En als je dan als gemeenteraad ineens om 11:55 of misschien om 11:50 met een compleet ander voorstel komt en dat vervolgens in stemming brengt, dan ben je dus je hele democratische grondslag en je hele achterban ben je kwijt. Dus wat zegt deze... Wat gebeurt er?
dus nu, na afloop, er komt heel veel tumult, er is heel veel over gesproken en over geschreven. En nu worden er ineens allerlei bijeenkomsten georganiseerd, waarvan ik als burger mij afvraag, wanneer is er nou wat besloten? En wat is er nou, nu zijn ze dus blijkbaar weer veranderd en vorige week... Ik begrijp het mevrouw niet meer, maar we zijn... En ik vind dus in die zin dat democratische proces, wat hier aan ten grondslag ligt, vind ik echt als burger, vind ik beschaamd. Ja, maar kunt u antwoord geven op de vraag? Want we zijn niet meer het debat aan het voeren, zeker. Ik al voorstel. Ik vind qua schenktijden dat wij daar als gemeente gewoon een horecawet hebben en dat je wat dat betreft geen betutteling van al die verenigingen nodig hebt. Als het gaat om schenktijden hoef je niet op in te grijpen. Dus de verenigingen moeten zich aan de horecawet houden? Zoals het in het verleden was, was het uitstekend. Prima, dank u wel. Partij van de Arbeid. Ja, het verhaal van mevrouw Nieuwer is leuk voor de bühne, maar om nou... ja, als je naar het proces kijkt, was geen heel mooi democratisch debat. Er zijn... vergadermomenten ingepland waarop de raad niet aanwezig was of kon zijn. Die hadden andere dingen te doen. Wordt de laatste vergadering voor het jaar wordt zo'n belangrijk stuk erin gefietst. Mm-hmm. Maar wij hebben inderdaad gesproken met tennisverenigingen, voetbalverenigingen. Dat moeten goed volksvertegenwoordigers ook doen. Het heeft geen schoonheidsprijs verdiend, het proces. Maar wij zijn wel ook tot inzicht gekomen dat die tijd wellicht verruimd moet worden. Maar voor ons is gezondheidsbeleid nog steeds belangrijk. Daar hebben we positieve signalen van de verenigingen gekregen, dat ze daar invulling aan willen geven. Dan gaan we nog even kijken hoe. En het definitieve tijdstip zal in de raad genomen worden. Dus het hangt af van de voorstellen die ook vanuit de tennisvereniging gaan komen omtrent gezondheid. Mag ik daarop reageren? Want ik ben portefeuillehouder van gezondheid. Ik begrijp hoe moeilijk het is, maar ik probeer... Het is puur echt een vraag nu aan de partijen, want anders wil er straks iedereen erop reageren. Dat wil ik echt even voorkomen. Ik wil wel graag even één aspect van die gezondheid. Dat geloof ik. Ik zal maar nu spelregels houden. Dank u. Kermelijn, als laatste. Ja, dank. Ik ben er ook wel een beetje van geschrokken, eerlijk gezegd, mevrouw Niebroer, dat u voor wat betreft de werkwijze van een gemeenteraad nog op les moet. Meneer Wijnand... Nee, ik moet dat kwijt, want het is dat heeft u bij deze gedaan? Nee, maar dat wordt ook door verenigingen gebracht. Wij hebben ook met verenigingen gesproken. En dan wordt ook het proces, zeg maar, genoemd. Maar het is nou eenmaal zo dat een gemeenteraad beslist... En niet het overleg wat heeft plaatsgevonden. Want wie weet, u was niet allemaal aanwezig op het overleg. En dus de democratie, daarvoor zorgen wij. En daarvoor kunt u zorgen door te stemmen op een van de partijen. Dus wat is dat is een mooie man, dus laten we maar voor de helderheid. Dat is een democratisch besluit is genomen. Dat is het eerste. Voor wat betreft het besluit zoals het genomen is, dat geldt op dit moment. Dat geldt op dit moment. En het is zo, en daarom vind ik het eerlijk gezegd ook een beetje niet kies dat die vraag vanavond gesteld wordt. Omdat we daar gisteravond over gesproken hebben met elkaar. Daar hebben we meningen over gedeeld, uitgewisseld over mogelijke standpunten die partijen zouden kunnen gaan innemen op het moment dat er een initiatiefvoorstel wordt gedaan. Dus je zegt, ik kan nog geen antwoord geven dat er een initiatiefvoorstel ligt. Er komt een initiatiefvoorstel, er komen er misschien zelfs wel twee initiatiefvoorstellen om te bewegen in de richting van de verenigingen. En daar wil ik het op dit moment bij laten. Dank u wel. Dames en heren, het valt mij op dat we aan het einde van de avond nog steeds de behoefte hebben om met elkaar het debat aan te gaan. Ja, tuurlijk. En ik denk dat een goed teken is. Want dat betekent dus dat we nog meer te bespreken valt dan we vanavond gedaan hebben. En daar zijn hopelijk nog andere momenten voor. Want we hebben nog een goede maand te gaan voor de verkiezingen zijn. Daar hoop ik u ook dan weer op te zien. Voor nu in ieder geval wens ik u allemaal een fijne avond. En heel veel succes tijdens de komende campagne. En ik wil ook vooral... u allen bedanken voor uw komst. Want ik denk dat de democratie werkt pas op het moment dat de kiezer ook daadwerkelijk aanwezig is en kan zien wat partijen vinden. Voor nu sluiten we de avond af met een drankje. Dat kunt u doen aan de bar, want dat is natuurlijk wel nodig aan zo'n lange avond zitten. De drank staat links achterin. Ik wil u voor nu nog een hele fijne avond wensen. En dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel.